Welkom bij een nieuwe aflevering van Tussenseizoen, de podcast. Zoals jullie weten ontvangen we gedurende 10 weken wekelijks nieuwe gasten om verhalen uit het Belgische en internationale voetbal te bundelen. Deze week wederom 2 gasten, legends van het Antwerpse voetbal. Joren speelde zowel voor Antwerp als Beerschot, laatste 5 seizoenen voor Beerschot. En Tom speelde maar liefst 8 seizoenen voor Beerschot. Welkom, boys. Dank je. Dank je. Fijn dat jullie er zijn. Misschien deze keer beginnen we eens een vraag over een van de hosts. Jullie hebben allebei met Dario gespeeld. Hoe was die in de kleedkamer? Dario was eigenlijk een heel rustig iemand, maar als we het kreeg, dan... Ik moet gewoon spontaan denken aan... Wat? Aan met zijn inworp op. Ja, dat is een binnenpretje. Vertel. Dat was... onder Peter Maasner, en het was de dag voor de wedstrijd, denk ik, tegen Cercle Brugge, de competitieopener. Die training die duurde, dat was al 1:40 of 1:50, maar normaal, de dag voor de match is kort en pittig. En dat bleef maar duren. En er was een punt dat iedereen het zo wat begon te krijgen. En Dario, jij stond op de linkse centrale verdediger, maar jij moest de inworpen gaan doen. Ja, omdat dat zo laag op het veld was, wou Maas dat je de centrale moest inworpen doen en de wingback moest hoger gaan staan. Ja, wat er gebeurde. Ga verder. Ik denk dat jij op dat moment aan mij, aan Rafa moest gooien. Rafa. Dus je gooit die een bal, maar echt los in zijn nek. Maar ook zo niet met een borst. Nee, keihard. Speert. Super strak ook gewoon. Keihard. Iedereen gaat er strak van pakken en die Maas, kwaad. Kun jij niet gooien? Ja, maat. Ga eens een keeper geweest. Ja, dat is daar, ja. Die kon heel ludiek gewoon... uit een hoek komen, hè? Ja, inderdaad. Ik heb mij laten vertellen dat jij, Tom, u over hem ontfermd hebt toen het hem Klopt. Kwam. Hij heeft mij direct rondlaan in het stadion. Als er iets was, kon hij hem altijd sturen. Maar ik denk dat hij bij iedereen doet. Ik ken hem al een beetje van ervoor, hè? Maar Joren weet dat ook voor die Afrikaanse jongens. Ja. Tom doet dat altijd. Elke speler kwam met een Beerschot, dat was een godsgeschenk om naar een Beerschot binnen te komen in de kleedkamer. Die werd altijd goed ontvangen. Ja. Vooral inderdaad door hem. Maar ook die sfeer, altijd goed. Die werd altijd direct in de groep. Dat was nooit... Ik vind dat wel echt... Maar dat is ook leuk en dat typeert hem ook. Zijn karakter sowieso. Ja. Een gezamenlijke vriend van ons is ook ex-Beerschot, Matthias Nijs. En ik had natuurlijk vooraf eens gevraagd van wat zijn zo de verhalen, de anekdotes. En over die kleedkamer gesproken, zei Matthias dat ik naar het front moest vragen. Wat kan je daarover vertellen? Dat was die eerste jaren eigenlijk van Beerschot-Wilrijk was dat toen nog. En we hadden een groepje met Hannes Meus, David de Smet, Dries Ventoze, Antonio Munoz. Ja, wij staken eigenlijk van alles uit en ja, wat was dat? Ik zei het er straks, wij vertrokken op stage en we waren super content dat wij op stage vertrokken. En iedereen is normaal bezig met een PlayStation en mijn slaapmasker en mijn loopschoenen. En wij gingen elk afzonderlijk naar de supermarkt voor een kilo bloem, wat confettibommen en wat tabasco om in een drinken te doen, katten eten voor in de schoenen te steken. Ja, en uiteindelijk op het einde zien of er nog plek was voor een paar voetbalschoenen nog erbij te steken. Ja, en zo was dat. Dat begon met gewoon op stage, zal ik zeggen, dat wij met anderen aan het kloten waren. En de rest aan het kloten. En dan ging dat gewoon verder. Ja, dan was dat op de deur. Ja, deden wij alsof wij het front waren. Dus het front tegen de rest. Maar het front was eigenlijk gewoon... Onderling ook tegen elkaar. Mekander voortdurend aan het kloten. Gewoon, dat was goed. Elke stage opnieuw. We hebben de ruiting zo... was de eerste keer dat hij erbij was. Ik denk dat hij 2 of 3 keer aan het meetrainen was met ons. En we kwamen op de luchthaven om op stage te gaan, maar we hadden van die confettibommen in zijn valies gestoken zonder dat hij het wist. Dus wij allemaal aan het wachten natuurlijk aan die gate om te vertrekken. Natuurlijk aan het afroepen aan die... Natuurlijk aan het afroepen... iemand van ons, een balie verder, want dan kun je ook iets afroepen. Dat Bjorn Ratings nou van voor moet komen, omdat er in zijn valies gezien is dat er iets zit van verboden voorwerpen. Volledig in paniek natuurlijk, naar Ginder. Die valies op, die zag die confettibommen, zo van die soorten. Dat was in Spanje, dat was ook diezelfde stage. En wij waren zo wat lacherig aan toen over dat hij bij het leger had gezeten. En we hadden gezegd van degene die ons zo wat begeleidde, daaraan hadden we gevraagd van, doe dat alsof je een journalist bent en we regelen dat met onze persverantwoordelijke. En dat heel Spanje in de ban is van dat er een militair voetballer is en dat hier hot is.
En dus ja, wij hadden geregeld een interview ineengestoken met van die vragen. En we hadden gezegd van, op het einde moet hij ervoor zorgen dat hij op het strand van die poses moet gaan doen van een militair in zo'n voetbalkleed. Dus wij hebben dat interview gedaan natuurlijk. Ja, natuurlijk wij van achter ons balkon met uitzicht op de zee zien we hem daar staan en stond hem daar zo. En, ja, wij gingen eraan. We zijn afgelopen. Ja, die probeerden ons langs alle kanten terug te pakken. Dat is nog... Gelukt? Ja, kijk, Bjorn is iemand... Ja je kent dat lijkt me ook zo'n type dat... Ja, dat is er wel een. Als de deur dicht is en de deur is vast en er staan 6 alarmen op de deur, dan zal hem nog binnen geraken. Ja. Dus eigenlijk wisten we wel op het moment dat we dat hadden gedaan van, ja, je slaapt ook niet meer gerust. Dus ik denk dat hem... Ik lag met een Davy op de kamer en ik denk dat hij, ja, de nacht erop is, die om 2 of 3 uur 's nachts is, die gewoon binnengevallen in de kamer... Uit dat bed gezwierd, dat bed meegepakt, dat bed buiten gezwierd. Nou ja, los het nu maar op, hè, man. Je hebt goed gelachen met mij, maar... Ja, ik heb ook horen zeggen dat jij iets van kamers verbouwen, dat kon je ook wel, blijkbaar. Hè? Dat... Ja, dat was wat we deden eigenlijk gewoon. Hè. We hadden van iedereen de kaartjes bijna. Dus naar beneden altijd naar die balen. Ja, kaartje verloren. Ja, welke kamer? Ja, die kamer. Ja, die vrouw was op de deur ook aan het zien. Maar ja, ze liggen eigenlijk allemaal aan het uitsteken. Op de deur was dat, ja, 5 voor 10 op het trainingsveld... Wachten, de camera uit, snel om 9:45 gepland om met iedereen binnen, alles uit die camera halen. Also van die ja, wij gingen op stage en dat was eigenlijk gewoon meer van... Ja, van... Ik heb dat niet meer meegemaakt. Nee, ja, dat is echt, jawel, nogthans, als jij erbij was in Eindhoven, denk ik, was dat die eerste stage. Ja, dat viel nog mee. En dan waren wij die avond gaan stappen, dat weet ik nog, en dan ben ik teruggekomen in de kamer en dan was mijn bed weg. Maar die mannen wisten niet, daar zat bijna niemand in die kern, dat wist wat er de jaren ervoor allemaal aan het gebeuren was. Dus ik was zelf echt verbaasd van... Wie had het dan ja, gedaan? Kijk, tot op de dag van vandaag is het... Of Tom van Nifte. Zo'n bedwet. Nee. Hoe zelfs. Ja, of Tom van Nifte, of Mohamed Soudi. Ja, een van die mannen. Of de Jarek. Ja, de Jarek Schaassens kan misschien ook wel geweest zijn. De familie, hè. Dat zou perfect kunnen. Maar ja, kijk, die stages, dat was top, hè. Je kwam echt kapot terug. Ja. Ja, ik kan erover blijven vertellen. Maar voldaan. Want jullie zijn, blijkbaar, we hadden het er net over, jullie zijn ook eens tijdens de winterstage nieuwjaar gaan vieren samen. Of? Oh, dat is verschrikkelijk. Je moet eigenlijk heel het verhaal vertellen. Dus, welke dag vertrokken jullie eigenlijk? Was dat voor kerst? Ja, tweede kerstdag, denk ik. 27 december. Ja, zoiets. Oh, en een tweede komen wij terug. En we hadden wel wat geregeld dat we op dus oudejaarsavond... gingen we eten daar in een Turks restaurant. En een dag ervoor was een Bram Verbist, de keeperstrainer toen, die was gaan eten in dat restaurant. Om te zien, van is dat een beetje deftig. Ja. En heeft er blijkbaar een menu gekregen, ongelooflijk. Dat is het beste vlees dat ik al heb gehad. Wow, lekker, goed vlees, veel. We komen er een dag daarna aan. Echt, ja, ik denk, een serieus stuk vlees, maar alleen maar vet rond. En dan een klein rood stukje vlees, dat was goed. Dan zo een paar van die gangetjes, was echt niet goed. En dan op het einde kregen wij er een dessert. Niet normaal. Een blok chocola, gewoon een kubus chocola. Je kunt denken dat een blokje, maar dat was echt, ja. We hadden een mes en doen. Die punt geraakte nog niet in die blok. We konden niks meer doen, inderdaad. Ja, dan gingen we naar een club. Had ze geregeld. Zo, we hebben een grave nachtclub. Inkom geregeld. We hadden een half uur buiten gestaan. Het was ondertussen 12 uur s'nachts al gepasseerd. 12:00, 3:00, 2:00 en al. En dan ging Jimmy de Jonge ging daar een drank regelen. Maar een goede deal gemaakt. Ja, twee flessen vodka's, of zeg maar iets. 2 flessen vodka's en hier wat Fanta's en wat cola's. Ah, hoeveel heeft dat gekost? 3000. Ja, ze hebben een goede deal gemaakt. Goed. De pot was er door. Ja, inderdaad. En dan de dag erna doen wij in principe, onder de prijs was dat 2 keer trainen dan de dag erna op nieuwjaar. Ja. Dus wij natuurlijk, ochtends, ja, coach, het is nieuwjaar. Mogen we misschien één keer skippen. Ja, training skippen. Ja, jij vraagt altijd iets van mij. Allee, we zullen één keer trainen. 3 uur op dat veld gestaan. Ja, en dan uiteindelijk zijn we met die loop teruggekomen. Ja. Moesten we die loop nog doen eigenlijk, maar dan... Ja. Ah, die sterrenloop. Je sterrenloop moesten we dan nog doen, normaal gezien, maar dan was er... Dat was koningskoppel. Ah, okay. En als je... Ja, en zei, als je 3 keer na elkaar scoort, ja, dan moet je hem niet doen, maar dat kan. Hetzelfde koppel, hè. Hetzelfde koppel, hè. Ja. En de Jan van den Bergen met Dennis. En de Jaal, die ballen erop. Ja. Voor de kijkers en de luisteraars, wat is koningskoppel? Dat is een oefening op de trein. Ja, dus je begint eigenlijk... de bal begint zo in de cirkel, een halve cirkel van de middenstip. Dan speel je een lange bal
richting de hoek. En krijg je één tijd om te controleren. En dan moet hem dus in een tweede tijd moeten voorzetten op diegene dat die lange bal heeft getrapt. En afwerken. Een bal mag niet botsen. Ja. Bij mij kwam hem dikwijls nog niet aan de... Tot aan je voorzet. Ja. Dat tof spelletje wel, ja, was goed. Maar jullie allemaal blij natuurlijk dat de Jean en de groep was gesmeten. Ja, dat wel. Ja. En dat was de prijs en een opzet. Ja. En die was ook goed in, hè, want die wist van, ah, die mannen geweldig nu. Ja. Dan kwamen wij terug en ik denk dat wij de tweede terugkwamen en de zevende of de achtste spelen wij op Lier. Want wij deden nog mee in de tweede periode, want de eerste toen al gewonnen. Ja. Ja, direct 2-1 verloren en dan was het al... Dan daarna spelen we thuis tegen Cercle Brugge. Ja, we kwamen 2-0 voor en dat ging echt goed. Oh, ja, die match. Oh, en in de 80ste minuut, we doen daar een actie. Hey, olé. 7 minuten later, 2-3. Oh. Dus de 2 weg. Ja, inderdaad. Was zeg, wij hebben onze podcast Tussenseizoen genoemd, maar wij vergeten eigenlijk altijd over het tussenseizoen te praten. Dus misschien nu is aan het begin van de aflevering. Zijn jullie al op vakantie geweest? Ik vermoed van wel. Allee, domme vraag. Jullie zijn op vakantie geweest waarschijnlijk. Ja. Waar zijn jullie geweest? En samen ook? Vandaag is het toch nog. Ik ben eerst 2 weken naar Costa Rica gegaan. Heel mooi. Heel mooi. Echt, jaloers. Ik was echt jaloers. Ja, ik heb dat een beetje gezien. Dat is fantastisch op Instagram. Als je het morgens... Instagram open en je zag het, dan wist hij eigenlijk al op voorhand van... Ja. Dat is heel mooi om te zien, ja. Van hem kreeg ik altijd de goede reacties en van andere mensen zo... Oh, heb je een paard gezeten? Of was hij allemaal lachen met kikkers en met slangen en zo. Ik vind dat mooi, ik vind dat plezant om te zien. Ja, mooi om te zien. Het was heel mooi, het was echt... het was echt mooi, 3 verschillende locaties geweest. Voordat ik het vergeet te zeggen, hij is echt een krak in vogelspotten, hè. Ja, dus ik wist, dan zat hem daar inzoomen op die vogel. Als we aan het trainen zijn en er vliegt een vogel over, maar dat is iets speciaals, dan moet de training bijna stilgelegd worden. En kende die dan allemaal? Ja, maar geen zever, hè. Is dat echt? Ja, we kunnen kijk, op dat stage. Is daar dan de, en op zwarte, de zwarte vouwen in, voilà. In Duitsland. Ja. En van, echt? Van waar die interesse in vogels? Ik weet niet, dat is roofvogels vooral. Ja, roofvogels. Ik heb nu zo Instagram-reclame gekregen, dat misschien dan al gekregen. Dat is zo een kotje voor in uw tuin. En dat ze maakt hem niet kunt dat uit, opladen en dat herkent alle vogels die in uw tuin komen. Dat herkent dat. Dat je straks dat door. Dat mega cool, ik wil dat. Ja? Ja, dat is echt cool. Allee, Costa Rica, vet. Ja, en dan nog een paar dagen naar Spanje geweest. In Fuengirola zat hij met een Tuur en een Daan hier gezeten. Ja. Met Geoffrey Hermans en Steven de Voer. We hebben daar cool. 6 dagen geweest en dan ben ik hem 1 dag nog gaan bezoeken. Vrijdag ben ik hem dan gaan bezoeken nog. Hij zat op een half uurtje, zoiets, nog niet. Wij zaten wel de bergen achter, een half uurtje boven Marbella en Malaga. Ja. Als je de kruising zo aangaat. En... Je gaat mij weer van de rust, Tommy. Ja, ik ga meer van de rust. Met het gezin. Ja, en ik ga meer van de rust en... Ja, dat een was er wel, is echt zeker. Dat was er, ik had daar echt van niemand last. S'morgens was er overal super chill, super rustig. Maar ja, voor hem was het contrast dan natuurlijk van de, van de beachclubs in Marbella kwam hij daar... de rust. Kermis van Coin. Ja, we zijn naar de hij was er dan. Dus hij was er voor de barbecue samen met Bibau. Bibau zijn vrouw, zijn zoontje dan. Die zijn blijven overnachten, 2 nachten bij ons. En dan de videoanalist van ons met zijn vrouw, die waren gekomen. Ah, leuk. Mis ik iemand? Nee. En dan die avond, hij was de avond ervoor naar die beachclubs en zo. En dan wij die avond gezegd van, kom, we gaan hier naar dat toeristisch dorpje, naar de kermis, hè. Op zijn rodeostier gaan zitten, 4 achtereen. Echt. Zalig. Wie is het langst te blijven zitten? Het waren veel paalhonden, maar mee gelachen, jongens. Op de duur was ze zelf eraf springen en ze nog eens wat doorrollen. En die mensen waren er ook aan het zien van, hoe oud zijn we? Ze zaten volkeren aan de kinderen en wij met deze. Niet veel toeristen ook niet. Geen toeristen, niks. Geen toeristen. Mee gelachen nog. Dat is goed. Zeg, en jij met een tuur en zo, die mannen zijn hier 2 weken geleden geweest, nee, vorige week geweest, amai. Hoe was dat? Tuur ken ik al heel lang, hè. Tuur en Joff, dat is, kennen we elkaar al van, bij Antwerpen, Joff nog een jaar langer. Daar heb ik echt nog wekelijks, of als niet bijna dagelijks, contact mee. Dus het was heel plezant dat ik die mannen, ik denk Tuur en Daan, die heb ik dan nog een dag of 3-4 gezien. En dan reden die door naar
Ibiza. En dan heb ik daar nog met Joven de Voer twee of drie dagen nog gezeten. Ja. Ah, plezant. Dat zijn zo de anekdotes, want die mannen hebben gewoon heel brave verhalen verteld hier. Wij zijn ook braaf gebleven, we zijn allemaal heel rustig. We zijn overdag iets gaan drinken, paella gegeten. En dan s'avonds, als er nog tijd was, misschien eens een barbecue of ook nog eens een glas gedronken. Over het drukke leven gesproken... eigenlijk iets helemaal anders. Ik weet eigenlijk nu welk bruggetje dat ik ging maken. Maar ik wou zeggen van... er zijn heel veel voetballers die eigenlijk zo zeggen van... Ik zie eigenlijk niet graag voetballen, dat is mijn job. En ik heb eigenlijk geen ploeg of zo. Ja, ik heb me laten vertellen dat jij echt diehard Celtic-fan bent. En dat jij ook bent gewoon kijken naar een Old Firm. Ik denk dat ik ondertussen... dat is eigenlijk allemaal begonnen. Wij gingen vroeger altijd op vakantie naar Schotland. Okay. En wij gingen regelmatig naar Hearts kijken in Edinburgh, omdat we daar ook vrienden hadden. Maar mijn vader is Anderlecht supporter. En die is in 2002 is hij met Anderlecht meegeweest naar Celtic toen. En die zei achteraf van, ja, we moeten echt naar Celtic eens gaan zien. Dus 3 of 4 maanden later was het kerstvakantie. En we zijn op Boxing Day naar Manchester United Everton gaan zien. En dan zijn we doorgereden en de volgende dag naar Celtic Hibernian. Ja, ik kwam er binnen en het zou misschien geholpen hebben. Die wonnen 6-0 en dat was de volle bak feest. Ja. En dan vroegen ze mij na de match van, wat vonden u van de twee als je moet kiezen? En dat was dan Celtic uiteraard. En sindsdien 5-6 keer per jaar naar Ginder om een match te gaan zien. Oefenmatchen meegemaakt in het buitenland. Ik moet zeggen, Yannick, die weet... Alles, hè. Dus transfers. Joran kan hem die wel. Dat komt elke dag een Celtic club. Elke dag een Celtic outfit. Elke dag een nieuwe. Dat was Hartson, Larsson, Sutton waren de drie van voor toen. Hè. Toen denk als je aan hem vraagt, die match, wie scoort die match? Die weet... Ja, ik weet van de vorig jaar weet ik echt nog gewoon waanzinnig veel. Van een quizvraag bedenken. Robin, kun jij een zotte quizvraag over Celtic bedenken? Van de laatste jaren zoiets. En ook een voor Ajax en voor... En dan... ik heb Celtic TV thuis, dus ik moet alles gezien hebben. Ja, dat is wel next level. Dat is wel zelfs niet extreem. Dat Celtic TV bestond. Ja, dat bestaat. Maar, en daarop zie je dan zo van de trainingen ook wat zaken. En dat is wel verregaand. En dan, ik zie gewoon elke wedstrijd. En als wij zelf shotten, als wij op dezelfde moment shotten in de bus terug, dan kijk ik op Celtic TV en die match terug. En dan, heel de match? Dan Celtic terug, is kampioen geworden, dus. Hè. Uiteraard. De Rangers hebben finale. Uiteraard. Ja, amai, daar was ik zo zenuwachtig voor, dat wilde niet weten. Ik heb dat ook met die verzonnen beker, de Conference League. Feyenoord ook ineens kijken. Maar het probleem was, op het moment dat Rangers in de kwartfinale zit of zo, Shankland van onze ploeg is diehard Rangers supporter. En die was dan al wat naar die wedstrijden gaan zien. En ik moest die altijd dan vrijdagochtend, Europa League is donderdagavond, ging je dan altijd vrijdagochtend nog snel oppikken op Charleroi. Up. Kwam die eraan van de hele nacht er door te feesten, omdat die weer een ronde verder waren. En ik zat er, mag stilletjes aan nu wel gaan stoppen. Totdat ik door had dat die finale in Sevilla was. Ja, en wij gingen naar Malaga. En ik zoek op, Malaga-Sevilla, 2:15. Ik zeg, 2 dagen ervoor landen wij voor die finale. Ik zeg, deze kan toch niet? Dus wij landen er in Malaga, Rangers supporters te zien natuurlijk, tot en met. Je had just je Celtic outfit aan. Express niet gedaan. Aan een middag aan mijn dochter gegeven. Kom. En dan, uiteindelijk, ik was zo zenuwachtig voor die match. Dat zouden eigenlijk eens dan, als je Carmen ziet, moeten dat eens vragen. Ik was zo zenuwachtig, dat is niet normaal voor die finale van Rangers. Ja? En uiteindelijk, die verlies je dan. De volgende ochtend ga ik lopen op BBC Sport. 80, 90 minuten die podcast teruggeluisterd. Ja, mijn vader is dan hetzelfde en die heeft als achtergrond dat die Ramsey, die penalty, dat die keeper die pakt. Ja, dat is nog wel extremer. Dus 2 dagen later ga ik met Carmen naar Malaga en dat zat er vol Rangers supporters nog. En ik elke keer tegen haar, hier, Rangers supporter. Maar elk mogelijk traken. Het oranje traken van 6 jaar geleden, het wit traken van 20 jaar geleden, daar Rangers. En op de deur zei hij tegen mij echt... Stop ermee, ik heb het echt gezien. Zwijg nu gewoon over die Rangers, want ik heb het er echt mee gezien. Dus het is extreem bij ons. Ik was ook wel blij toen Zaniolo de 1-0 maakte. Ja, dat kan ik best. Je weet wat gevoel dat hij is. Voilà, dat is echt een heel bijzonder gevoel. Je kunt dat niet gunnen aan de... Absoluut niet. Ik ken als Antwerp supporter, als Beerschot nu... Ja, echt.
Ja. Nee? Ik snap dat. Als ja, Beerschot naar de finale die... van de Champions League zou spelen, als Antwerp supporter, wat zeg je dan? Nice try, man. Nice Jongen, dat is eigenlijk uw favoriet. Dat bruutje nog komen of niet? Ik heb eigenlijk hetzelfde als de Jor. Ik heb ook niet zo echt zo één ploeg, maar jullie hebben dat allebei, extreem. Ja. Ik denk dat ik hetzelfde als de Jor heb, dat ik niet echt zo één ploeg heb. Dat, ja, die moeten echt alles... Is dat bij jullie Willem II? Absoluut niet. Als je zoiets zet, dat is gewoon extreem, hè? Dat is tot in het extreme. Dat is waar. No. Ja. Zalig. Oké. Okay. Robin, heb je al een vraag of wat? Ik ben heel benieuwd. Je mocht die zelf stellen. Oké, ik ga die voorlezen. Je mocht hem zelf komen zeggen. Nee. Maar nu ben ik eens benieuwd. Dat moet toch niet zijn wie van de U19 en derde? Nee, want... nee. Het is een oké vraag, toch? Als je Celtic TV hebt, moet je dat wel weten. Ja, ik denk dat het zelfs te makkelijk gaat zijn, Tommy. Voor u. Oh, dat is te gemakkelijk, hè. In welk jaar won Celtic de enige Champions League of 67, Europa? 67, ja. Robin, volgende vraag. Uiteraard 67. En als eerste Britse ploeg, hè. Allee. Met allemaal gasten die geboren waren in een cirkel van 30 kilometer van Glasgow, hè. Om maar te zeggen hoe uitzonderlijk de prestatie was. Ja, maar nu even, kun je dat inbeelden dat een club... Ja. De Champions League wint met gasten die allemaal zijn geboren binnen in een straal van 30 kilometer. Ik zei dat je dat in 95, maar dat was, toen was er al kleuren-tv. Hè. Die hield dan al altijd. Ik weet niet met Ajax. Athletic Bilbao mijn familie is van Feyenoord. Dat is graag. Ja. Athletic Bilbao doet dat nog altijd. Ja. Die speelt en de eerste die wil dat toch eigenlijk ook min of meer doen? Of? Die staan niet meer. Oh ja, dat ligt hier gevoelig. Dus dat mij niet, Tommy. Lierse Kempenzone. Kalkotten FC probeert dat ook. Alle jongens van de dat is goed bijna gepromoveerd. Net niet. Jordi Kruijt gaat wel weg. Ging spelen vorig jaar, die oefenmatch. Hoe vier dat gewacht op Conte ging spelen vorig jaar. Dat is af van Conte. Ik woon in Conte. Dat lieken van Conte, hè. Ja, dat... Zeg, en wie is er eigenlijk meegeweest? Nou ja, Keesheid is groot. Ja, dat... Oké, we konden dat worden groot. MC Botter, MC Brutte. In het huis. Dat is cool, dat deze hier nog een bot Ja, inderdaad. Mooi. Mensen moeten dat opzoeken op YouTube. Ja, voilà, mensen moeten dat zeker zeg, wie is er meegeweest? Dat is een old firm. Dat hebben we nog niet... Dat was mijn collega's. Ja, ik had wat gevraagd aan... Ik had aan de Jor gevraagd of dat hij mee... Wij hebben elk jaar vroeg om dat. Vijf jaar op een stuk... Dat was echt een zotte issue in de kleedkamer. Dus je hebt 4 tickets voor een old firm. Vraag dat aan al de mensen ginder. Als je geen abonnement hebt, dan is dat eigenlijk al onmogelijk om 2 tickets te hebben. En we hadden er gewoon 5, want mijn vader ging dan ook nog mee. Als het even mag. Hè. Dus we hadden er 5. Ja, 1 voor mijn vader, want die gaat altijd zien. Dan de Stipe Radic, want zijn maat is shotter en die had die tickets geregeld. Ja, ik kan moeilijk zeggen, ja, dan gaat het niet meer. Bedankt en ciao. De Jan van den Berg. En dan was, we hadden nog 1 ticket over. En ja, met de Rafa lachen en Zeveren ook veel over Celtic. En die zit alleen in Antwerpen, dus we zijn ook van, ja, kom, ga gewoon mee. Ja. Kom de volgende dag in de kleedkamer. Ja, we gaan naar Celtic zien binnenkort. Ja, ik had dat beter niet gezegd, natuurlijk. Ja, oh, en ik niet. Het seizoen was maar nog ik zag niet dat je dan zelf gaat. Ik had mijn ticket bijna weggeschonken. Ja. Aan wie dat het wou. Ik was zo gedegoteerd. Ik zeg, kom. Dus uiteindelijk zijn we met 4 echte vrienden. Niet met collega's, echte vrienden. Hallo. Cool. Ja, zijn we naar Ginder gegaan. En hoe was het daar? Hoe was het daar? Zeg het ook maar. Anekdotes, gasten-anekdotes. Kijk, de mensen vinden dat plezant. Ja, nee, dat is eigenlijk... Ik zal het zeggen, maar kijk, dat kunnen we nu even bevestigen. Ik drink zo goed als niet. Dat is waar. Ik drink, denk ik, misschien 3 of 4 glazen wijn op 1 jaar en dat is... Ja, het op 1. En... wij vertrokken op de luchthaven in Amsterdam. En Rafa en Jean, die begonnen al. Hè, die pakten al een halve liter en ik had al iets van, ja... Mannen, de dag is nog echt lang. Zeker als je zo weinig drinkt als mij. Oké, ik zit in de vlieger. Ik zat al vast aan het raam, dus dan weet je ook al... Ja. Ik, Jean, Rafa, 3 vodka's besteld. Het is 10 uur 's morgens. Ja. Dan weet je dat... Dan wordt een dag iets korter. Of net langer, ja. Dus, nog een gedronken. Uiteindelijk gaat het dan al doorheen die dag zo'n beetje. Dan is het 2 uur of zo. En de Stipe drinkt dan niet. Ja. Dus die was al naar ons aan het zien van... Dus wij zetten ons gerief in het hotel.
Ja, we gaan dan om 14:30 in het café wat Engelse voetbal zien en iets erbij drinken. Ja, en dan begint hij. Dan begon Rafa van, ja, kijk, die zit daar. Als dat een Celtic supporter is, dan is tequila. Als een Rangers supporter is, is Sambuca. Oh, ja. Die eerste, ah ja, ah, goed, goed, plezant. Totdat je er buiten gaat, er al 4 of 5 binnen. Maar ik drink echt zo goed als nooit op een heel jaar. Dus ik denk dat ik mijn drankverbruik op die 2 dagen daar, mijn jaarlijks drankverbruik, 100 heb gedaan. Dus ik wou absoluut naar de Irish pub, want ik weet, een dag voor de match komen de Ieren daartoe en dan is dat... Ja, dan is dat top gewoon. Ja. Hè? En ja, ik ging daar al buiten. Dat was 3:30 uit dat eerste café. En ik voelde me al van... Middags, hè. Avocados. Middags. Moet middags. Blijkbaar. Had ik die een tip vroeger gehad en in een zaks geblazen. Wel ja. Helpt. Dus we gaan naar die Irish pub. Ja, en daar loopt dat echt fout gewoon. En dat loopt, wij zitten daar aan een tafeltje met 4 en ik zie dat nog zo voor mij. Daar zit een vrouw over mij, met haar gezin zowel, en te genieten van de muziek. Ja, ik ben ook nog aan het genieten van de muziek. En Rafa had de pot. En elke keer opnieuw zag ik die in mijn uithoek zo teken doen aan die vrouw zo 4 shotjes. Dus die zet in eerste neer en ik zie die vrouw zo zien aan mij. Zo al lachen. Ja. Maar Tommy, jij zei toch... Ga gewoon neergaan. Ja. Ik zou denken, jij zei iemand dat... Nee, man, ik doe nu niet. Jij ja, maar iemand, dat was... Ja, normaal echt wel. Ja, toch? Maar dat was geen doen meer. En eens dat je zo voorbij de 5e, 6e, dan wordt het zo gezellig. Gezellig. En ja, ik zeg het, je drinkt bijna nooit en dan krijg je dat binnen. Dus die tweede komt en die vrouw die lacht zo al ietsje minder. En die zit in derde neer en die vrouw doet al tekenen aan mij. En kon dat ze nog wat zien. En uiteindelijk, ja, ik denk dat er... Ja, de stipe die drinkt dat niet. Wat gebeurt uiteindelijk? Je gaat naar het toilet, je komt terug. Hebben ze dat shotje van de stipe nog eens in een Desperados gekapt? Ja, dat er nog eens bij. Ja. En uiteindelijk, hoe is het geëindigd? Ja, het was 6:15. En Ja en ik, wij lagen al... Geen foto gaan zien verschijnen. Ja, wij lagen alle twee echt schattig wel op dezelfde manier. In ons bedje gewoon volledig van de kaart. Ik kon, ja. En mijn grote paniek op die moment was... Shit, die match is binnen... Ik probeerde dat zo uit te rekenen in mijn hoofd, 18 uur. Ik weet niet hoe dat ik het nog kon uitrekenen. Die match is binnen 18 uur. Ik ga gewoon niet naar die match kunnen gaan zien, omdat ik echt dacht van... Ja. En zo Rafa slecht. Stond kom er komen aan. Ja, Rafa kwam er binnen om 8 uur. Hey, Tommy, come on. Wake up, man. You're one night away from home. It's 8:00. Come on. En de Ja, ik zie die nog recht staan. En ik zeg, wat gaat die doen? Want dat was even, dat was even extreem. Ja, en die is nog mee geweest met die mannen. En uiteindelijk, zo tegen 12 uur, werd ik zo even wakker. En dan voelde ik van, amai, ik ben er door. Ja. Je hebt echt zo aan die mannen dat is, nooit katers hebben. Dan ken je de Lars van den Branden. Die heeft een keer samen gewoond. Die heeft dat nooit. En ik heb dat dan zo keihard. Oh, ja, jongens, echt. Dat is verschrikkelijk. Ja, en dus ik stuurde in een bericht om 1 uur van... Ja, Jean, wat is het plan? Want we hadden de dag erop om 9 uur met mijn vader afgesproken in het café. Want de match was om 12 uur op de middag. Ja. En hoe is dat, kinder? Die rolluiken zijn naar beneden en... Je mocht zo gezegd niet binnen en je klopt even en dan kun je snel even binnen. Dus ik zeg, ja, Jean, hoe zit het? Dat je morgen wel in deftige toestand. Ja, ik zit in de kong en hij stuurt ze... Als ik nu gewoon een foto van op 3 centimeter van die tafel zou trekken, zo'n foto was dat. Ik zit in de kong, kom er niet af. Ja, uiteindelijk tegen 2:30 kwam die erdoor. En dan de volgende ochtend om 6 uur, ik had 7 uur, ik had 13 uur geslapen. Was ik wakker hè? En dan naar het stadion gewandeld en terug, 1,5 uur, even voelen dat ik erin kwam. En dan kwam ik terug en dan zag ik de Rafa. Zag ik al staan buiten dat hotel met zijn Celtic-truiken over zijn pul getrokken. En, Cool. Was, fantastisch. Goed, dat was plezant, leuk. Ja. Leuk, man. Ja. Zeg, jouw favoriete ploeg? Tom heeft al zo kort aangeraakt. Ja, ik heb, niet echt een, ik heb eigenlijk echt niet echt een favoriete het mag, ploeg. Een Belgische mag het zijn, of niet? Ja, tuurlijk. Ah, voilà. Dan weet het toch? Kontig. Ja, Kontig. Iets anders. Vierton of zo. Vierton, ook leuk. Ik zou denken, gezien zijn gezien de manier van jagen... Ik wil wel komen. Niet op antwoorden. Nee, doe het niet op antwoorden. Nee, ik weet waarom. Omdat hij nog in de stad moet komen en daar komt hem mensen van beide ploegen tegen. En dat is de reden waarom ik niet jaag als ik score. Nee, dat is super cliché, maar echt, allebei. Iedereen zegt van, je kunt toch niet, je moet toch kiezen, een van de twee, je moet vinden het. En Capellen nee, ook nog. Capellen. Allee, jongens. Ja, echt. Dat krijg je als je 5 golen al hebt gemaakt, zeker, dan is dat op de deur zelfs niet speciaal meer, hè.
Ja. Je kunt dat niet weten. Ja, nee, dat ik jaag in Uplex. Oh, wauw. Grappig. Ik ga gewoon geen antwoord krijgen. Nee, nee. En wie is eigenlijk uw favoriete ploeg? Hetzelfde als de Jorn eigenlijk. Ik heb dat eigenlijk ook niet. Ik heb niet zo één ploeg waar ik kan opplakken van... dat is het. En, ik snap hem daar wel in. Ja. Maar ik vind jullie allebei trouwens... ik vind het heel mooi dat je zo één club hebt waar je naar opkijkt. En... ja, ik snap dat eigenlijk. Diplomatisch. Ja, ik snap als... dat je, als je ermee bent opgegroeid en zo, vind, snap ik dat heel erg dat je een club hebt. Maar ik snap niet hoe dat je fan kunt worden van een ploeg. Allee, je bent toch... Je zit toch eigenlijk supporter vooral van spelers, denk ik dan. Of je komt... Ja, spelers dan niet, broer. Ja, spelers. Ja, wel, maar als je volgend jaar naar een ander ploeg gaat, dan is het toch daar. Allee, aan de discussie, ja. Dat zou ik zeggen. Dus ja, op dat vlak, ja, ik volg dat niet altijd even. Ik snap wel van, oh, daar is de sfeer goed. Ah, dat is geweldig. Dan kijk je echt uit naar... Ik tel af, maar ik sta in de ochtend op, ik zet die muziek op. Liedjes ook al lekker zo. Ik begin mee te zingen. Die als je vader had meegenomen naar Rangers, dan had je daar supporter geweest. Ja, geef het maar toe. Hè. Dat is zo. Hè. Zeg, we gaan naar een serieuzer onderwerp. Hè. Ik heb u daarnet horen. Dus, ja, ik ken echt zo'n keigoed in die overgang. ik heb u daarnet horen zeggen, gedegouteerd. Dus ik ga er even op inpikken. Ik heb een artikel van u tegenkomen en gezegd, ik ben gedegouteerd. Heb je mij dat horen zeggen daarnet? Of heb je dat gelezen van een paar dagen terug? Nee, ik heb dat gelezen, maar ik hoorde u daarnet dat zeggen over iets anders. Dat ging over het eten deze avond bij ons thuis, gedegouteerd. Ja, gedegouteerd ging over iets anders. Maar ik heb wel een artikel gelezen, ik ben gedegouteerd door het Beerschapbestuur. Jij gaat nu na 8 jaar vertrekken, jij na 5. Wat is er bij u gebeurd? De contracten die... Ja, kijk, wat dat wij hadden, we hadden een clausule in ons contract. En die clausule die zei, mits degradatie, geef de 20% van je loon af en je zet je pensioensparen kwijt. Wat in totaal 40% is van je totaalbedrag. Nu, ook om daar even op verder te gaan, dat die clausule erin stond... Laat ons heel eerlijk zijn. We hebben niet geregeld, hè? Tot februari, maart waren wij er zelfs niet van op de hoogte. Okay. En dat is er ingezet geweest bij het tekenen van ons contract. En nu zullen er zijn die zeggen, ja, maar jij lezen het contract niet eens na. Ja, op die moment ben ik niet aan het kijken naar wat staat er bij puntje degradatie, om heel eerlijk te zijn. Ja, het is ingewikkelder dan dat. Het is via een te verwijzen naar een CAO. Ja, en in die CAO staat dat... Dus je bent helemaal niet bezig van, ja, ik ga dat eens uitpluizen om te zien wat er van komt. Ja. Dus wij hadden dat dan ook pas door, dus... Goed, het is eind maart en de mensen van de club zeggen tegen mij van... En dat vind ik eigenlijk nog het meest jammer. Zeggen van, ja, we weten dat je in je laatste jaar contract komt en dat je 40% afgeeft. Dus we gaan nu zekerheid geven, financiële zekerheid en stabiliteit. En we gaan ervoor zorgen dat je terug meerdere jaren contract hebt, want we willen verder bouwen op u, op Joren, op Jan, op Ryan, op Stipe, op... Dat ongeveer... Dus we gaan daarom bouwen en we gaan ervoor zorgen dat je die zekerheid hebt. Ja. Dus goh, ja, oké. Ik heel blij natuurlijk, want ik had ook helemaal geen goesting om nog ergens anders te gaan shotten dan dat. En voor mij was dat alles wat ik wou. Gewoon zeker iets langer dan 1 jaar contract te hebben. Dus de weken gaan voorbij en ik hoor niks van de club. En ik denk in 2 weken voordat alles eigenlijk uitkomt... wat ik misschien ook nog eerst moet zeggen, is dat je hebt een deadline om die clausule te activeren. En dat was 6 of 7 juni. Dus op het moment dat de club naar mij belt om te zeggen van ja, je moet je makelaar sturen, want ik was op vakantie, je moet je makelaar sturen naar een bureau. We gaan het voorstel met hem bespreken, of we gaan bespreken wat dat we gaan doen. Dus dat was 2 dagen nadat ik op vakantie was vertrokken naar Spanje. Dus mijn makelaar belt mij en zegt mij, ik ga bellen naar de club en vragen van... Stuurt mij dat voorstel al door, dan kan ik met u al een tegenvoorstel bespreken, want anders ga ik naar Ginder, moet ik dat meepakken en ik kan toch niks zeggen, want je bent er niet bij. Oké. Belt naar de club en de club zegt van ja, we gaan dat nog niet doen, we gaan dat gewoon vrijdag bespreken. Dus hij zegt tegen mij, ja, ik voel mij er niet goed bij, ik heb de indruk dat er iets niet klopt aan het verhaal. Dus hij gaat er vrijdag binnen, wat blijkt? Geen voorstel op tafel. Wat blijkt? Ja, de mensen van het bestuur, lokaal, internationaal... Dat weet ik zelfs niet hoe of wat. En uiteindelijk, achteraf gezien, maakt dat niet uit. Maar hadden gezegd van, kijk, jij hebt nog 1 jaar contract aan -40%. Het is ofwel dat, ofwel gaan wij je geen nieuw contract aanbieden. Wat eigenlijk heel tegenstrijdig was met wat ze 8 weken ervoor hadden gezegd. En ik had ook 8 weken
gewacht en gedacht van, oké, ook al is straks 4 juni en ze komen er dan mee af, ja, dan teken ik dan nog en geen probleem. Dus op die moment zijn we 2 weken voor de datum dat je eigenlijk je clausule moet gaan activeren. En ik heb naar hun toe voortdurend geprobeerd om te zeggen van, kijk, ik wil inleveren, al is het 20%, 25%. Laat ons gewoon iets vinden waarbij dat ik gewoon iets meer zekerheid heb dan 1 jaar. Ja, voilà. Al is het 2 jaar, 2+1. Ik heb zelfs voorgesteld, doe een deel prestatie gericht. Dan kan ik wel bewijzen dat ik nog fit ben, dat ik er wel voor wil shotten. Ja. En nooit hebben ze er antwoord op gegeven. En dat vond ik eigenlijk het ambetantste. Dat ze nooit eens zeiden van, dat voorstel doet er zoveel af. Dan zijn ze tenminste aan het praten, maar dat was het nooit. Ja. En dan, uiteindelijk zijn ze begin juni. En beginnen wel te denken van, ja, ik moet misschien wel mijn brief gaan versturen. Want, dus ik denk dat ik begin juni, 1 juni of 30 mei of 31, whatever, verstuur ik de brief. Want ik heb nog een week uiteindelijk en er zit dan nog die maandag, die feestdag tussen. En ik dacht van, ja, ik weet nooit dat hem hier straks ergens blijft hangen. Of ik weet niet wat. Ik ga hem versturen, want ik wil niet in mijn laatste jaar komen en 40% eraf. Ja, en dat is bij hun in het verkeerde keelgat geschoten. En dan hebben ze eigenlijk gezegd van, kijk, we gaan niet meer, we gaan geen nieuw voorstel doen. En dan wouden ze het eigenlijk donderdag communiceren. En dan is Josken overleden, hebben ze mij gebeld om te zeggen van, we gaan de communicatie verplaatsen naar maandag toe. En ik had op die moment zelfs iets van, oké, dat is misschien een teken dat wij toch terug gaan babbelen. Oh, ja, voilà. Inderdaad. Dus ze gingen het maandag communiceren, de maandag erachter. En ik krijg vrijdagavond laat bericht. We moeten vanavond of zondagochtend afspreken, want ze wisten dat ik zaterdag naar de trouw van Jan was, dus dat dan niet ging gaan voor mij. We moeten vanavond of zondagochtend afspreken. En ik zeg, ja, wat valt er nog te bespreken? Omdat ik had al 10-15 keer een voorstel naar hun gestuurd van, kunnen we dit niet doen? Kunnen we dat niet doen? Ik dacht in mijn eigen, ja, wat moeten we nog bespreken? Jullie hebben nooit echt antwoord gegeven of ik heb nooit een voorstel van jullie gekregen. Ja, we moeten een akkoord vinden. Dus ik lig in bed en Carmen ligt naast mij en ik zeg, ja, kijk, we moeten een akkoord vinden. Ik zeg, dat is bizar. Normaal zou het andersom moeten zijn, toch, dat een club zo'n 8 jaar... Ik heb dat nooit gesnapt, dat clubs ook zo lang wachten. Gewoon ja, die transfer, zo'n deadline day, dat niet doorgaan en zo. Dat ik dat nooit begreep. Als je dat met bedrijfsleven vergaat, dat is onbegrijpelijk. Dat had voor mij misschien al een teken aan de wand moeten zijn van dat er toch niks ging komen. Ja. Maar goed, ik dacht nog altijd van, er gaat wel iets komen. Dus de zaterdag stuur ik opnieuw naar hun van, kijk, moeten wij morgenochtend afspreken dat wij eruit komen of niet? En dan kreeg ik een bericht terug van Sander van Praat, die dat wel had, dat de enige van de club die dat ik eigenlijk voortdurend gehoord heb. En die zei van, ik denk niet dat we er gaan uitgeraken, maar morgen is een nieuwe dag, misschien dan wel, en dat is ook wel de deadline morgenavond. Dus ik antwoord van, ja, kijk, hoe ver zitten we uit elkaar? Over welk bedrag gaat het? Gaat het om dat, over iets meer? Dan kan ik al eens nadenken tegen morgen en kan ik misschien zeggen van, weet je, het is allemaal goed voor mij, geef me dat aan 3 jaar en het is rond. Ja. Geen antwoord op dat bericht. Zondagochtend geen antwoord op dat bericht. Zondagmiddag nog altijd niks. En dan om 6 uur zondag kreeg ik telefoon. Dat ze zeiden van, ja, we gaan nu gewoon niks anders aanbieden. En dan kreeg ik van die van het laatste nieuws ook te horen van dat ze eigenlijk mijn communicatie op maandagochtend wilden doen. En dan het positieve, goede nieuws dat Ryan zou verlengen op maandag namiddag wilde doen. Om eigenlijk die storm direct te laten liggen. Ja, en ik had iets van, ik ben hier al 9 of 10 weken gewoon gebruikt op dat vlak. En ik ga niet nu nog wachten. Dus ik heb gewoon op mijn Instagram toen gezet van, it was my pleasure. En dan hebben zij de communicatie gedaan. Alsof het leek dat het van mijn kant gewoon, dat ik niet de moeite deed. Dat jij hebt opgezet. Voilà. En ik wil daar absoluut ook niet meer over natrappen. En ik weet dat ik dat contract heb getekend waar dat die degradatieclausule in staat en dat ik ook altijd het recht had om dat te doen. Maar die situatie had nooit tot dit mogen komen. Wij hadden altijd op 20-25% inleveren en 2+1 prestatie gericht. Hadden we altijd kunnen aftikken. Maar ook daar is er nooit van gekomen en ja. Maar ik denk wel dat de Beerschot supporters dat die dat ook wel. Dat die ook, hoe moet ik dat zeggen? Dat die wel uw kant kiezen als dat met kanten is. Ik kijk even naar de Robin. Ik denk wel dat de supporters van Beerschot dat zo ook aanvoelen. Ik vond het gewoon jammer dat het leek van hun kant. Terwijl ik wel wist dat zoiets ging gebeuren. Eigen hachje redden. Ja, terwijl dat het leek alsof dat ik diegene was die te veel geld vroeg. Of die. Terwijl als ik.
als ik echt eerlijk ben, de voorstel die ik naar hun toe ook heb gedaan, ik heb 2 of 3 dagen ervoor, zat ik dan nog iets hoger, en een dag ervoor nog liggen zeggen van, doe dat er ook nog af, doe dat er ook nog af, prestatiegericht, whatever. Ja. Wat je maar wilt, laat ons gewoon een akkoord vinden. En alleen maar chapeau en maat, dat je allemaal... Dat vind ik gewoon jammer dat het ook... En ik heb dan in de krant mijn verhaal zo wel wat eerlijk gebracht, maar ook natuurlijk uit een soort van... Ja, je reageert emotioneel. Ja. Dus. Dat is normaal. En langs de andere kant, ja, nu, 2 weken verder, of 2 weken verder ongeveer, dan onthoud ik gewoon eigenlijk de 8 prachtige jaar die ik gehad heb. En is het heel jammer dat omwille van individuen dit is moeten fout lopen. Maar dat hoort pakt niet weg. Ja, dat hoort er ook bij. Dat pakt gewoon niet weg hoe prachtig dat het daar voor mij geweest is. En ik zal die mensen ook altijd een warm hart toedragen. De mensen die echt begaan zijn met de club, die zal ik altijd een warm hart toedragen. En andersom denk ik ook, hè. Niemand hem zal... Ja, alleen is het gewoon jammer dat dan in de pers zo moest. Ja. Dat is het jammer. De voetbalwereld is keihard. En lelijk, vaak heel lelijk. Ja. Soms vaak heel lelijk. En, zo gaan jij hebt al veel sneller beslist om weg te gaan, hè? Maar ik wou... ik wou niet met andere ploegen praten. Tot de laatste competitiematch. Pas na die laatste competitiematch ook. 1 uit respect naar Beerschot. En 2, dat speelt dan misschien ook in je hoofd. Ik wist wel dat er interesse was, maar ik wou eigenlijk nog niet met die clubs praten. En dan hebben we ook met Beerschot wel ook gepraat. Hetzelfde gesprek als jij hebt gehad met Sander. En dat klonk allemaal heel positief en goed. Dus dan zei oké, is goed. En dan, ik zei, dan gaan we na de laatste competitiematch rond de tafel zitten. Dat duurt dan 1 week, 2 weken en uiteindelijk niks gehoord. Maar dan had ik er uiteraard ook met Leuven en nog met een andere club aan tafel gezeten. En daar waren we er eigenlijk vrij snel uit. En was voor mij ook een goede keuze en een logische keuze om niet mee te zakken, maar toch in NA te blijven. Een verdiende stap ook na zijn seizoen, hè? Absoluut. En ik kan dat echt beamen wat hem zegt ook. Ik weet dat jij 100 keer hebt gezegd tegen mij van ik praat met geen één club. Of ik ben niet bezig. Hetzelfde met Beerschot, want zij wouden eigenlijk ook met u praten al voordat het seizoen gedaan was. En dat jij ook tegen hen hebt gezegd van ik wil ook nu met niemand, niet met andere clubs, niet met jullie zelfs nog niet samen zitten. Totdat de laatste minuut van de competitie geworden Inderdaad. Dat vond ik belangrijk om te doen. Dus waren die andere ploegen? Of dat Leuven en Westerlo. Oké, juist Westerlo. Ja, Westerlo was ook concreet. Ja. Zeg, jullie hebben allebei een Nederlandse vriendin. Hebben jullie nooit zo'n eredivisie of zo? Voor mij weinig. Eigenlijk nooit iets concreet uit Nederland. Nee, altijd. Mijn familie zijn Feyenoord supporters. Ja, die sturen elke keer wel. Die sturen. Nee. Als ze dan toch niet deur op gaan. Nee. Nee. Okay. Cool. Ik weet niet of wij er ook zouden passen in Nederland. Ander, ik snap wel dat bij u beter ligt. Ja. Jij zei echt... Wat? Dat is gewoon voetbal echt, hè. Laten we maar een beetje achter een bal in dingen. Ja, dat wordt er altijd opgeplakt, maar ik denk dat jullie er 100% zouden renderen. Ja, maar je zag dat wel als je op training bij ons kwam, dat dat... Ja, ik vond dat ook. De ballen tussen die lijnen liggen. En ja. Ja, ik weet nog dat ik dat naar mij stuurde toen, die eerste dag. Van, ik heb dat echt, hoe dat die ballen tussen de lijnen ligt met die linkse. Dat is typisch Nederlands, daar veel pas en trap. Ja, de Jacques, eigenlijk op dat vlak zit zo wat hetzelfde. Je net diezelfde bal zo. Ja, en dat is eigenlijk atypisch in België, net dat eigenlijk niet zoveel. Dat is waar, ja. Maar of dat die mannen zou kunnen renderen, dat moet er niet aan twijfelen, sowieso. Sowieso. Die van, Carmen zou dat in ieder geval plezanter vinden. Waar komt die eigenlijk in Nederland? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, van Maastricht. Oké. Okay. Ja. Bergen op Zoom. Dus echt al bij aan de grens. Wel aan de grens. Ik zie dat ook altijd. Maar die woonden echt nog daar toen jullie die hebben leren kennen. Ik heb ze in Breda leren kennen. Zij studeerden daar toen in Breda. Ik heb ze op de straat opgepikt. Nee, zij woonden in Mechelen trouwens. Zij woonden in Mechelen. Hoe staat mijn dochtertje? Goed. Ja, plezant. Alleen die eerste maanden zijn... Dat vertelt, ja. Niet normaal gewoon. Die eerste maanden is... Grijpelijk. Zeker, verborgen reflux. Wat is het allemaal? Ik zat daar avonden gewoon 3-4 uur aan een stuk. Daarmee
Ons moeder was dan bij mij en Carmen was al gaan slapen. En ja, ik moest de kleine dan bij haar gaan liggen als hij sliep. Dat was ja, 3 uur dat dat duurde, tegen dat hij in slaap lag. En we hebben zo'n licht in de gang en dat springt aan, zo'n sensor. Ja. Maar ik moest dan met die kleine naar boven. Ik had 3 uur mijn best gedaan om die in slaap te krijgen. En dan moest die gang nog door. En ons moeder altijd met zo'n pet boven die haar hoofd, dat dat licht toch niet in die ogen schijnt, jongens. Hoeveel stress dat ik had om die daar boven te leggen. En dan van het moment dat ik die camera uitstapte, die adrenaline van... Yes. Het is vandaag. Ja, van ja, zo is dat. En Joren, maat? Ja. Nog geen... Niks, nee. On the way, ook nog niet? Hij is wel een vragende partij. Babysit? Of niet? Wat? Een babysit? Hoe ga jij tegen mij op vakantie? Oh, my. Blauwe voetbalmopjes. Sorry, collega. Tegen mannen. Zullen we een bijnaam eer om te aan doen? bijnaam? Ik had die nog niet gehoord. Ja, ik heb die van Dario gehoord. Ja? Dat komt eigenlijk van Sander Nijs. Toch? Ja, die was toen kine tijdens dat tijdperk van het front, hè. Voor de luisteraars, de bijnaam zou Ratta zijn. Van Sander verklaarde het meer als... Tom zei altijd dat hij er niks mee te maken had. En dat hij er altijd zei van... Ik heb dat niet gedaan, maar... Achterbaks dus. En ja, vandaar Sander zei dat, ja, maar... Zo. Het is eigenlijk al een nieuwe ploeg, want er is ook interesse uit Schotland. Heb ik ja, ik weet niet wanneer dat de podcast eigenlijk wordt uitgezonden. Ja... Wij ook niet. Nee. Wordt hij wel uitgezonden eigenlijk? Ja, dat moeten we zien. Als de Robin kan knippen, wat er niet we kunnen de vraag misschien tweeledig doen. Ik kunnen de vraag zo nu antwoorden en over een paar weken misschien. Ja, ik kan terugkomen ook, hè? Binnen 3 weken uitgezonden. Ja, ik kan dat zeggen volgens mij. Wanneer wordt dat officieel? Ja, binnen 3 weken en mensen luisteren. Dat ja, dan kunnen ze zeggen. Maar dat stel dat een fout kunnen ze zeggen. Ja, dat is waar. Kun het zeggen. Kijk, dus plan is dat ik naar Celtic ga. Nee, ik... Hang het truitje niet, hang het er tussen. Nee, jammer. Nee, maar wel eentje dat erop lijkt. Er is er eentje dat erop lijkt en dat is... Maar ja, dat denk je niet meer. Ja, dat wordt wit of wat? Nee. Dat denk je niet. Dat denk je niet. Er is een Austria-Wien. Ah, dat is dingen. Dat ligt daar of zo. Het ligt hier... Oké, het ligt hier niet meer. Ze veranderen altijd. Jammer. Ik had er beter van daarin meegebracht dan. Austria Wien, dat lijkt pars. Ja, pars. Ja, pars, ja dus het plan is inderdaad dat ik naar Anderlecht... nee, even naar Patro IJzen okay. In eerste amateur. Heel verrassend. Toen had je dat ja, straks sta ik nu akkoord. Waarschijnlijk voor iedereen heel verrassend. Hè. Kijk, ik ben op het punt stilletjes aan dat ik ook andere keuzes maak. Als in, ik moet ook zien wat past het beste voor de familie, wat past het beste voor de dochter... ik wilde eigenlijk gewoon zekerheid op mijn 30 jaar. En ik heb een supergoed gesprek gehad met hun. Ik kreeg een bericht de dag nadat van Beerschot was uitgekomen. Van dat ze een lange termijnsplan voor mij klaar hadden en dit en dat. Dus ik was gaan horen een dag daarna en dat was heel positief. Ze trainen in de voormiddag. De namiddagen ben ik vrij om met de dochter te spenderen dan. Er zijn 3 ploegen die promoveren uit eerste amateur. Er zijn er een paar die meestal geen licentie aanvragen, dus de club wil zo snel mogelijk naar boven. Ze hebben mij ook financieel een heel zware inspanning, denk ik, voor hun geleverd. En ze hebben mij gewoon zekerheid voor 3 jaar gegeven. Het is 50 minuten rijden van bij ons thuis. Ja, als je dan weet... En dicht bij Maastricht ook. Ja. Maar dat is die van mij. Hola. Daarom door je er tekenen. Ze komt de aap uit de baan. Een clubje speelt er ergens in Bergen op. Ja, maar in principe had zij wel direct gezegd tegen mij, kunnen we niet in Maastricht gaan wonen? Ja. Nee. Paniek. Dus ja, dat gaat voor heel veel mensen heel, heel verrassend zijn. Maar de club had voor mij een duidelijk project, een duidelijk plan klaar. Ze gaven duidelijk aan hoe graag dat ze wilden dat ik erin stapte. En ik wil gewoon het plezier in het voetbal terugvinden. En ik krijg zekerheid voor 3 jaar. Ja, ik vind dat opvallend. Ja. Trouwens ook omdat... dat verbaast me ook dat zij, omdat ik vind dat... makkelijk bij een Lierse, Waasland-Beveren, RWDM, ik noem maar wat ploegen, die hem zeker nog zou kunnen gebruiken. Maar als ik het zo hoor en als er zoveel vertrouwen is naar Tom toe... En hun is staan, denk ik. Ja, dat klopt inderdaad. Hij stuurde mij de dag erna een bericht. Naar daar gegaan.
Doet hij alles, Tommy, of is er ook een technisch manager? Nee, hij doet of... wel heel veel. Hè. Ja. Want hij had dan ervoor de club overgekocht samen met Wouter Korsjes, denk ik dat het was. En ze hebben die dan verkocht aan Amerikaanse investeerders. Okay. Die een audit van 6 maanden hebben gedaan, omdat zij het ook niet zomaar aan iemand wilden gaan verkopen, omdat ze er zelf ook nog mee in zitten. Die hebben een audit van 6 maanden gedaan. Die hebben ook Leyton Orient in Engeland dan nog. En dat is, zo willen ze hun model wat bouwen. Ja, die waren gewoon super enthousiast en voor mij klonk dat gewoon allemaal goed. Langs de andere kant was mijn droom altijd om in Schotland te gaan voetballen ook. Dat lijkt me wel vet om in. En ik heb gewoon ook alles geprobeerd om ik heb de mensen ginder aangesproken en gevraagd van kijk, hebben jullie iets? Ik heb daar met Carmen veel over gepraat, want uiteindelijk zet je wel de stap met een dochter van 10, 11 maanden. Ik was eigenlijk van plan om 2 weken, 3 weken nog te wachten om te zien van. Maar ik begrijp ook, voor Patro, zij moeten ook aan hun kern werken. Dat 2, 3 weken, je weet hoe dat is. 2, 3 weken vragen is soms gewoon heel, heel lang. Ja. Heel lang, zeker op het moment dat een verhaal voor mij persoonlijk gewoon heel hard klopte. Dus ik heb dan gebeld naar de makelaars in Schotland en gevraagd van kijk, ik ben van plan om binnen 3 dagen te tekenen in België. Hebben jullie iets of niet? Want hebben jullie iets, dan wil ik het wel overwegen om de stap misschien te zetten. En dat wisten ze ook in Patro, dat dat mijn droom was. En daar zeiden ze gewoon eerlijk tegen mij van kijk, als je dat in januari had aangegeven, dan hadden we een tijd gehad om dit voor te bereiden. En nu is het gewoon heel kort. En ze doen daar op een andere manier zaken. Lees, het duurt daar allemaal iets langer. Ze werken daar vooral via Instat en Y-Scout, waardoor dat ze iets langer hun tijd pakken om alles te gaan onderzoeken. En ja, kijk, dat het niet zo moest zijn, is het teken dat het Patro voor mij wel moest zijn. Dus leuk en hopelijk snel mogelijk in 1B. Dat vraag ik me altijd af, want er lekt dan zo toch op een of andere manier naar de pers of die verzinnen dat, maar dat is dan goed gegokt. Maar die zeggen dan toch, er is interesse vanuit Schotland, St. Mirren of zoiets werd er genoemd. Hoe is dat dan? Is dat dan toch uw makelaar dat al zo wat dropt? Nee, voor mij was dat even verrassend, want ik zat thuis en ik kreeg het bericht van Schenkel en Door die het op Twitter had gezien en ik had iets van... Dat klopt. Ja, en dan moest ik eigenlijk nog... Stel nu voor dat dit had doorgegaan. 2 jaar geleden speelde Celtic op St. Mirren. En dat was... Ik ging er in de kerstperiode naartoe. Mijn moeder was en de Niels Vets. Ik denk dat je die wel kent. Ja. En met mijn ex-schoonmoeder dan nog. Van, niet van toen, maar zelfs van ervoor nog. Waarmee ik een hele goede band heb. Oké, lang verhaal kort maken. En ik heb toen op de site van St. Mirren een fan-account aangemaakt. Want ik kon alleen tickets nog kopen in dat thuisvak. Dus ik heb een heel account aangemaakt. Ik supporter was op mijn naam van St. Mirren. Daar natuurlijk aan het loket. Tom Pietermaat vanuit België. Ah, hier zijn uw tickets. Celtic scoort er in die hoofdtribune. Ja, wij springen er recht. We moesten het stadion zo goed als verlaten. Kwamen ze zeggen van, mag hier niet. Ja. Dus als ik daar straks effectief naartoe had gegaan en die hadden moeten zien dat ze in hun database eigenlijk een fan hadden. Ja, bijzonder. Awkward. Maar daar zijn het gewoon... harder dan in België zijn het daar gewoon heel harde roddelkranten. Ja. En waarschijnlijk zal een of andere club iets verspreid hebben van... Schrijf dat die club geïnteresseerd is in. En als wij hem dan pakken binnen een paar weken, dan kunnen we zeggen van er zaten nog ploegen in Schotland achter. Dus kan zo zal het... Voilà. Wie zit er eigenlijk in die reeks van Patro? Dat is de reeks boven. Ruppelboom. Boom, ja. Boom, waar je nog? Tess, Dessen, Luik, Knokke, Heist. Winkel, Mandel. Mandel is overgegaan, hè? Die speelden wat een zakken. Aalst is niet nu. En dan zijn er nog 4 belofteploegen dan, uiteraard. Ja, klopt. En ik denk dat er... Leuven de belofte? Ja. Dus tegen Joris zal ik wel uit. Ik denk dat er stijgen 3 ploegen al kort en er zakken er normaal gezien denk ik van 1A terug 3. Dus ik denk dat de reeks met 1B erachter terug een reeks met 18 ploegen zoiets wordt. Hè. Ja. Dus het is eigenlijk de moment voor Patro om te zeggen van kijk, er zijn 3 ploegen die opgaan, we moeten nu zorgen dat we naar boven gaan. Ja. Maar inderdaad, als je het de eerste keer hoort, dan zeg je van... Ja, heel bizar. Maar als je het uitlegt, dan gaan mensen het wel snappen, denk ik. Maar waarschijnlijk als je gewacht had, waren er nog wel andere ploegen. Ja, dat,
Ja, jij wil iets zeggen. Nee, ja, jullie hebben de primeur eigenlijk dan, hè? Ja. Ja, maar het komt pas binnen 3 weken na. Dus. Maar ja, we gaan dat ze al wel posten. We gaan dat ze weten al wel posten. Ja, sowieso. Goed, dan zal ik dat nog uitstellen. Die willen journalistiek geld geven. Weet Matthias dat al? Dus, zelfs niet. Ja, dan bel ik de suite. Ik zal het wel horen van hem dan vanavond. Nee, dus goed, alles samengelegd, in de weegschaal gegooid. De zekerheid, het mooie project, de afstand, de vrije tijd dat ik dan voor de dochter heb. Cool. Voelde het voor mij gewoon als, ik moet dit doen. En heel veel zin in. Cool. Ik kan weer een zotte overstap. Ik ben echt benieuwd. Nu begin ik al te denken van, waar gaan we uitkomen? Overstap wordt uw gevoelige overstap ooit. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want we hebben er net wat zitten lachen met uw favoriete ploeg, maar ze zijn wel bij allebei echt geliefd geweest. Hè? Allee, ja, dus, dat is wel fijn. Dus hoe is dat gegaan en hoe was dat vooral in het begin? Want kijk, ik ja. Wacht, hoe is dat gegaan? Ja, ik werd 's morgens wakker en ik kreeg ineens een stuk of van 5 verschillende mensen al een bericht. Dus ik dacht, wat is hier gebeurd? En dan stonden blijkbaar in de krant, toen zat ik nog eens bij Antwerpen, dat er een Beerschot geïnteresseerd was om mij over te nemen. Dus ik wist echt van niks. Dus ik wou gewoon de club trainen, hoor. Geen probleem. En dan... smiddags krijg ik een telefoon van de bureau op Antwerp, of dat ik even naar Ginder kan komen. Dus toen had ik al wel een klein beetje een vermoeden van 1 plus 1 is 2. Ja. Dus ik kom binnen in een bureau daar. En D'Onofrio zit er binnen met... nu kan ik niet op zijn naam komen. Ik ben altijd op de Antwerp. Sven Jacques. D'Onofrio zegt, ja, Joren... met de coach overlegd en er is interesse van Beerschot voor u en het is misschien beter om te vertrekken. Dat is, ja, maar ik heb hier altijd alles gespeeld. Ik ben juist kampioen gespeeld, gewoon naar eerste klas. Dus ik zou gewoon wel willen blijven. Zo. Ja, maar ja, de coach overlegd gaat toch moeilijk worden voor u. Ja, maar dat is geen probleem. Ik knok mij wel terug in de basis. Komt goed. Ja, maar ja, je gaat toch niet veel spelen, zo, denk ik. Dit en dat. Ik zeg, ja, maar wacht even. Mag ik blijven of hoe zit het eigenlijk? Ja, nogmaals. Ik zeg, is dat voor een. Moet ik hier naar een beker? Word ik hier naar een beker gestuurd? Of hoe zit het? Ook een heel vaag antwoord. En dan kon ik het al wel. Ik weet dan ook wat er uiteindelijk met die andere gasten allemaal is gebeurd. Direct naar een beker gestuurd. Dus ik was er dan. Wow, ik had eigenlijk niks gezegd. Ik was gewoon teleurgesteld naar de tweede training dan gereden. En dan heb ik met een manager dan gebeld. En dan zei inderdaad dat er dan interesse was van een Beerschot. Ik had zoiets van, het is zo'n teleurstelling. Ik speelde er 5 jaar. Alles gespeeld. Ja. Als ik fiets was, alles gespeeld. Juist kampioen. En na die tweede training belde mijn makelaar. Zei, kom, we gaan een Beerschot praten. Maar ik had er eigenlijk totaal geen interesse. Geen zin in. Vooral geen zin om naar daar te rijden. Het was, dat je wist dat hij... Ja, het was ook al 9:30 of 10:00 s'avonds. Ah, oké. Okay. Dus ik was zo teleurgesteld. Hij had aangedrongen. Toch, we gaan even horen. En ik dacht, we gaan uiteindelijk dan gaan horen. En dat was super positief. Die mannen waren echt... oprecht heel, heel geïnteresseerd. Wilde mij er echt absoluut bij. Heb je toen gesproken, hoor? Daar? Nee, dat is niet Erik Roef geweest. Lenders? De Fred Lenders? Ja. Ah, nee, wel. Erik Roef zat er ook wel bij nog. Die zat er ook met die twee aangesproken. Dan nog met Mark Bruijs toen ook nog gebeld. Ja. En die wilde mij er heel graag bij. En die zei, we moeten vanavond beslissen. Ik zei, dat gaat niet. Maar, ja. Van 's ochtends trainen. Van een rollercoaster, s'morgens opstaan. Was dat voor iets? S'avonds al tekenen. En wat voor een andere club dan nog? De grote rival. Ik zei, dat kan ik echt niet doen. Dat gaat niet. Uiteindelijk heeft dat nog 2-3 dagen geduurd. Waar ik echt moest denken, dat gaat een hele gevoelige overstap zijn. Ja. Durf ik dat? 1. Ja. En 2, ja, zou het een goede keuze zijn. Van de tweede was ik direct wel van overtuigd. Van de eerste eigenlijk ook. Zeg, wat is het sterkste dat er kan gebeuren? Ja. Zo dat in mijn gestoken wordt. Ja, wel geweld. Dat zou inderdaad het ergste zijn wat er kon gebeuren. Dus heb ik dat wel proberen wat slim aan te pakken. Heb ik zo mijn social media wel de eerste week offline gezet. En dan waren wij meteen ook vertrokken op stage met een Beerschot. Dus echt weg uit Antwerpen, wat dat ook al wel positief was. Ja.
Maar dan wist ik wel van ja, die eerste oefenmatch. Dat was thuis Gent, vriendschappelijke match toen. Ik dacht, dan gaat het er moeten op zijn. Die eerste match, die tweede, die derde, die vierde, die vijfde, die eerste vijf matchen, dat gaat goed moeten zijn, of anders krijg je direct je stempel. En dan kan het goed om zeep zijn. Maar mensen, dat was meteen ook goed. Dat was die eerste match toch al, hè? Dat weet ik al, als ze toen echt al aan het klappen waren. Ja. Dan hadden eigenlijk al door van... Ja, wel in, ja, want ik weet niet, toen riepen ze mijn naam. En ik stond net voor de spionkop eigenlijk. Ja. En ik hoorde ze wat groezemoes. En af en toe wat mensen klappen. Ik dacht, dat is hem. Glorak. Hola. waar was ik? En dan, maar mensen die van Antwerp supporters waren ook, laten we zeggen 95% heeft echt ook positief gereageerd. Die kenden het verhaal, hoe dat het is gelopen, zoals ik het u vertelde, die kenden het verhaal. En die nemen het mij ook niet kwalijk. Ik heb natuurlijk ook bijgedragen met een titel in eerste klasse. Dus dat helpt natuurlijk ook. 95% was super positief. Heel weinig slechte reacties gehad. Een paar, maar echt niet veel. En dan is dat met Beerschot supporters... Ook niet uitgefloten geweest op een Bosa, toch? Ja. Volgens mij, nee. Ja, fantastisch applaus gehad toen. Dat was hetzelfde. Allee, dat jaar al spelen we play-off 2. Op Antwerp, een derby. Ik weet nog, wij kwamen buiten. Gerukt tot en met. En dan ineens zouden zo'n Joren Domme Leo Leder tussen erdoor komen. En ik stond echt perplex. Wat gebeurt er hier? Dat had ik nu ook echt niet verwacht. Maar veel van uw vrienden, ik weet dat nog vroeger, dat waren wel Beerschotmannen. Hè? De Sven en... Svenneke en Janikske waren Beerschot supporters. Maar we zoeken... maar van twee meter. En het merendeel is wel Antwerp supporter, denk ik. Ja. Niet heel hevig, maar toch wel. Merendeel is wel Antwerp supporter. Ja. De meesten hebben wel eens een match gekomen zien, toch? Zo'n Beerschot, toch? Inderdaad. Zeg, wat is jullie mooiste periode? Welk jaar of welk moment? Ja, sowieso promotie, maar dat telt niet. Dat mogen we niet pakken. Ja. Dat zijn zo de mooie herinneringen. Dat was ik zelfs bij. Ik denk dat ook in een mooie periode was met Lozada. Ja. Dat eerste half jaar, denk ik. Dat is niet normaal. Ja, sinds vanaf de finale moment, zelfs eigenlijk. Hè, dat jullie... Vanaf het moment dat Hernan het overgenomen bij Vreven. Want bij Vreven zat ik toen echt wel op... Dat was gewoon echt, zo was jammer dat dat zonder publiek was. Ja. Want uiteindelijk had je ze gaan winnen op Brugge. Je hebt gewoon het thuis tegen een ander licht. Maar voor jullie begon dat ook al 5-5 eerst... 5-5 gespeeld tegen Kortrijk. Goed, komt dat bruggetje mee of niet? Maar dat begon al bij jullie. Hernan pakt over in de... Juist. In de winter. Ja, hè? Dat was van eigenlijk mij, helemaal voorlaatste of derde laatste. Ja, slechte dingen. Ja, en dan... Dat doet me denken aan die koeien wij in Virton. Weet je dan nog dat jij zei dat we naar het Beekski gingen wandelen? Vertel maar. Ja, onze padvinders. Ik kwam vogels gaan spotten. We zitten in Virton op afzondering. 'S morgens, we gaan een ochtendwandeling maken. Goeie plan. Yes. Ik weet hier een beek zijn in Virton. Oké, Joren, we gaan naar de beek wandelen. We gaan naar de beek wandelen, dat is goed. Door koeien wij, niet normaal, een uur al onderweg. En we moesten dan nog terug. En die match was dan in de namiddag of in de vooravond. Oh, we zijn er bijna. We wandelen daar al een straat door. Op het einde van die straat is die vrouw al naar ons aan het zien in onze training van Beerschot. Van, wat zijn die er eigenlijk aan het doen? Uiteindelijk, na een uur en een kwart of zo, denk ik... Ja, hier, we komen om de hoek en dan zijn we er. Wat was dat? Zo'n opgedroogd stukje beek. Ja, moeras was ondertussen met wat vuilnis in en de fameuze beek. 2,5 uur gewandeld, dag van de match, om dan de beek in Virton te gaan zien. Dat er ooit de baas aan. Ja, was goed. Ja. Dat wel iets. Dat wel iets. Dat was echt een toffe periode. Dat was onder Lozada. Dat was die match die eigenlijk dat wij die goal tegen krijgen. De spookgoal, met die vrije trap. Was de Klaas er niet bij toen? Ook? Ja, met de Klaas was er bij. Ja, dat de scheidsrechter eigenlijk zegt van nog niet spelen en die spelen wel en die scoren. De Hernan maar aan het roepen, godverdomme, kom van die plein af. We moesten van dat veld komen van hem, we gingen niet meer spelen. Hoe was die eigenlijk als trainer? Jullie hebben die alle drie gehad, hè? Ik vind het heel positief, ik denk hun twee sowieso ook. Bepaalde visie op voetbal en super gedreven. Ja, dag en nacht denk ik met voetbal bezig. Een dier, voetbaldier dus ja. Samen met Will, met die twee te samen, hoe dat die naar voetbal kijken was. Een moderne visie op voetbal. Ja, absoluut. Goeie trainingen.
Ja, is dat goed. Is zo daar het gekste verhaal van dat je hebt meegemaakt? De vermeende scout van Union. Dat is, ja, dat is, dat is wel in de dus. We waren aan het trainen. Dus, en binnen in training ziet de Hernan, denk ik, iemand staan met een brilletje. En hij is met zijn gsm foto's aan het nemen waarschijnlijk van ons. Een beetje een oudere mens. En die ziet hij staan. In het midden van die oefening... zonder te fluiten of de oefening stil te leggen, die sprint er naartoe. Die mens ging juist weg. Die sprint erachter. Die sprint over die balustrade. Achter die mens aan het spurten. Dat bos in, dat park in. En wij als rond zien van, moeten wij hier stoppen? Moeten wij hier doortrainen? Of wat gebeurt erin? Ja, die dacht dat de scout van, ja, scout van Union, waar we dan de dag daarna tegen speelden, die dacht dat de scout ervan was. Terwijl iedereen kan er komen zien. En dat was, denk ik, een dag dat de jeugd ook speelde. Dus waarschijnlijk was dat een vader van iemand van de jeugd die gewoon eens even... Ja, ik ben naar de eerste ploeg aan het zien. Ja, die was volledig... Dus het was geen scout van een jongen. We zullen het nooit weten, denk ik. Ik weet niet of dat hem heeft ingehaald, eigenlijk. Wat heeft hem er dan mee gedaan? Als die, die was om de hoek al gaan, dus we weten niet meer hoe dat afgelopen is, eigenlijk. Tussen was Patje Nijs, kom gasten, trein verder. Maar iedereen was dan al links aan het zien. Ene met die bal aan het dribbelen en de rest nog aan het zien. Ja. Is die man ooit nog teruggevonden of zo? Die is dood daar in de vijver. Die is effectief dood. Oh. Goed. Oké. Hebben we nog dingen om te bespreken, Dario? Ik kan over dieper ook nog iets vertellen. Dat weten ze allebei, zaten er allebei in dat busje toen. We hadden altijd het busje met Tom, Jore, Frey, Biebke, al die mannen. En op een gegeven moment gingen wij... ik ga nooit vergeten, de Seba ging toen rijden. Maar ik met een Tom, wij hielden ervan om eens handrem op te trekken. Dat is nog een andere. Handrem op te trekken. ja, denk maar, pinkers op stallen. Ik bedenk het niet. De sleutel eruit trekken, het licht hebben naar achteren in dat busje. Wij komen dus na een paar keer al stil te vallen op de baan. Wij komen aan de lichten van rechts aan het kiel. En de Seba Rodriguez reed toen met dat busje, denk ik. Maar dat is ook maar één baanvak, hè, dus... Ja, iedereen, wij blokkeren heel die straat. En Seba, volgens mij, iemand pakt die sleutel eruit. En de terug naar achteren gegooid. Seba, die zegt gewoon... Ah, ik zit er klaar mee. Die stapt gewoon naar dat busje staan. Die sprint weg die deur op en iedereen daarachter gaat zien, man. Wij allemaal weglopen. Ja, ook mee dat busje had gewoon weglopen. En dat busje laten staan. En de Frezen met dat staan moet eruit. De Frezen, Frederik Prenser met dat staan. Echt. Ah, en dan de Hernan is ook een keer bij ons aan de lichten gekomen. Doe normaal! Doe normaal! Godverdomme! Jullie hebben reclame erop staan van Beerschot. Iedereen ziet ons. Reclame van Beerschot, dat is juist. Ah, dat is echt de busjes vooral. Ja, en Tommy, denk ik, ik was er vanaf dag 1, voor de match tegen Leuven. Here we go, dat is een leekje. Wat noemt hem dat? Van Gerald Cineman. Ja. Gary Cineman. Elke dag tot de Leuvenfinale. Standaard Aliek in dat busje. Here we go. Ah, dat was geweldig. Geweldig. Ja, dat was... Ook nog eens tegenhouden de police. Goed, dat was. Kunnen we afronden of niet? Dat is een slecht bruggetje. Dat is dat kunnen we. Ah, dat is echt... Dat zijn ik ook bij aan mij. Dat was goed speel. Maken in Pink. Op zo'n design. Ah, ja, dat ding aan het 12. Zonden we in de film, hè? Dat is juist. Ja, trondpunt. Wauw, muziek op en we aan het kloppen. En... Gangmaker. Ja, daar rijdt zo'n notte naast ons en die zijn zo met twee aan het zien. Zo van, wat zijn die eigenlijk aan... Ik dacht van, wat zijn die aan het doen? En ik ga harder op dat busje aan het kloppen. Die had zo'n badge boven, politie. Ik had mijn gordel blijkbaar niet aan. Zit u maar aan de kant wat verder. En die mannen, ja, die... Ja. Die gingen eraan, hè, allemaal. Natuurlijk. Ja, ik zat er dan hier met een pas, goh. Zou wel plezant, hè. Gaat er pas niet bij? Zelfs nee, dat is juist. Ik had dat ze die busjes ook niet gecheckt hebben op dingen van keurings en zo, want... Ja. Ik dacht dat je ging zeggen, zo'n drugscontrole. Nee. Dat waren douanebusjes. Dat waren busjes van douane. Dus normaal gezien zouden ze safe moeten zijn. Maar... De Bruis trouwens, dat was een rijkswachter. Die had ook altijd die drugsjes. Hè. Zo die psychologische spelletjes. Ja. Ik had in als 17 jaar, ik durfde niet in zijn bureau gaan bijna. Dat was zo echt, dat was zo angstaanjagend. Ja, ga met lachen om elk verhaal. Er is een verhaal dat ik... Ik weet niet wat ik zit voor me, ik ga het waarschijnlijk gewoon meemaken. Als 17-jarige gast, je komt er binnen en die probeert u al de woorden eruit te trekken met zijn politie,
Ja, met zijn inspecteurs, waarschijnlijk met zijn theorie van ik ga die kleine Zeus liggen hebben. Ja, dat was, ik had er wel het schrik van als 17 jaar. Zo'n lamp op zijn kop. Zo, ja, pas op, die zou dat nog kunnen gedaan hebben. Zeg. Cool. Ja, dat is altijd hetzelfde. Dan, dus, hij komt binnen en dan... Ja. En dan zo... Jorn. Je bril op of af, dan ik het ja, niet. Ja, ik ken het ook niet meer. En dan begint het, hè, ja, dan is het incasseren even. Ja. Ja, maar wel een goede trainer, denk ik, toch? Dat je teruggaat nu. Ik zeg het, wij gingen eens met Mechelen gaan eten op Strandwerpen en er was keuze uit vis, vlees en pasta. Wat hadden ze? Maar wat had hem gezegd? Witte, maak een lijst met vis, vlees, pasta en hamburger met frieten. En zie wie van de spelers dat er hamburger met frieten durft te pakken. Ja, 3-4 man hamburger met frieten. Op de bureau kunnen uitleggen waarom dat ze hamburger met frieten pakken, natuurlijk. Ja, zo van die. Ja, ja, inderdaad. Die stuiten, hè. Zeg, zijn er nog zo random... we hebben altijd zo ook wat random dingen. Dus geen bruggetjes, we zeggen gewoon dat is random. De Matthias had mij gezegd dat ik eens moest vragen naar panache. Jullie zijn ooit eens in een iets casino-achtig panache geweest en dat is een heel grappig verhaal. Ja, grappig. Zo grappig is dat niet, maar je kunt dat echt geen casino noemen. Dat is zo'n speelhalletje op de... Hoe noem je? Ja, Frankrijk-lij, Amerika-lij, whatever. Kazelij, ja, ik weet het. Ja, ah ja, daar. Daar. Ja, en je zegt, 16, 17 jaar en dan is dat allemaal. Hè, en ik met Mats en Jason en. Mattie. En Nijs binnen. Ja, en de Mats natuurlijk. Ja, verloren. Ah, nog spelen, nog spelen. Ah, verloren. Ah, nog spelen. Ja, maar dat was echt zo'n lusje. Echt een lusje keet. Ze zetten daar van die Haribo-snoepjes op de toog. En, dat was echt bizar. En de Mats nog spelen, nog spelen. We zaten daar 2 uur verder en we moesten nog iets gaan zoeken voor te gaan eten, maar het was ondertussen al na middernacht. Ja, gsm plat. Ja, kleine, laat hem dan op. Ja, natuurlijk. Stopcontact zoeken, geen stopcontact gezien. Ja, het enige stopcontact dat je ziet is van zo'n kas waar dat je op speelt. Ja, die kas eruit getrokken, aan de andere kant van die speel al gaan zitten, die gsm erin. Zo van die zaken waren dat. Hè. Maar ik heb met die mannen echt... Ja, je kent ze zijn altijd vrienden voor het leven. Je kent ze, ja, dat zijn... Ex-Lierse. Ja, eigenlijk. Ja, Lierse. Ja, Lierse. Ik durf bijna niet meer Lierse uitspreken. Vooral ja, dat jij weer begint dat niet bestaat. We want... hebben een kipstabal van Lierse. Dus met die mannen, ja, dat is prachtig geweest altijd. Mee opgegroeid van hun 15, 16. En, ja. Veel mensen zeggen in het voetbal heb je geen echte vrienden, maar jullie zijn toch echt wel goede vrienden allemaal, denk ik. Jullie of... collega's blijkbaar. Ja, zijn collega's. Nee, je hebt er inderdaad niet... Niet veel, dat maakt het des te plezanter als je die eigenlijk wel tegenkomt. Ja. Omdat je weet dat misschien is dat anders in de kleedkamers die dat wij allemaal gedeeld hebben. Zeldzaam. Dat meer voorkomt dan dat je dat... Ik denk dat dat eigen was aan de spelersgroepen. Wat hun daar hadden we beerschot, dat hebben niet... Ik ken dat nu bewust, dat hebben niet overal. Ja, zeker waar. Geloof me. Vaak hoe hoger dat je gaat, hoe minder dat het is. Ja. Dan Tommy heeft met Jore, de Jean, Frey, Biba, dat vinden niet, vinden niet overal. Nee, ik denk dat dat gewoon eigen is aan... Ja, aan onze kleedkamer. Ja, dat is wat dat ook is, want ik heb dat met die Antwerp-spelers ook echt. Hè. Als je zo samen iets wint, dat schept echt een band. Ja. Dan kun je qua karakters nog zo ver naast elkaar liggen. Dat schept echt een band. Zoiets samen iets winnen en samen iets meemaken. De goede tijden gehad, de slechte tijden gehad. Toptijden gehad, de slechtste tijden gehad. Als je dat samen kunt meemaken, dat schept echt een band. En dat kunnen heel verschillend zijn, maar toch... Ja, wat je zegt, inderdaad, in lagere reeksen hebben we daar wel... Ja, tuurlijk. Jullie dat, zien jullie ook, zien jullie dat echt nog gebeuren, dat je zo in lagere reeksen gaat spelen? Komt ik zat in een lagere reeks. Dus, ik weet niet wat dat lager is. Als dat nog afspringt, dan moeten we de rot in dan. Helemaal knippen. Wie weet. Als ik het nog kan en ik wil nog... Dan misschien wel. Ja, wij zeiden altijd met dat groepje, hè, met de Nijs en de Jason en de Mats, van ja, we moeten samen ergens eindigen, maar ja... Maar die mannen kunnen dat niet. Dat is niet... Ik met mijn maten van in Kontig ook eens zeggen, samen kunnen eindigen bij Kontig. Je weet dat heel moeilijk is. Zijn mannen zijn al jaren gestorven. Een zaalvoetbalploegje kunnen ze misschien nog wel doen, maar dan weten dat dan bras is. Ik weet als ik met die mannen ga shotten, dat dan bras is, want de ene geeft ze een bal niet af, de andere zaagt dat hij geen bal tegen heeft. De ene is dan de Matthias verschil. Ja, en dan zijn ze vertrokken, hè. Ja. En andere dromen, trainer worden of zo, is dat iets dat jullie later... Ik wil geen hoofdtrainer worden, maar ik ben wel bezig met de cursus. Ik zou misschien wel assistenttrainer, zoiets. Misschien eventueel iets in de scouting ooit. Ik weet nog niet juist wat.
Maar ik ben wel bezig met mijn trainersdiploma. Ik vind het heel plezant ook. Ja, dat is ook een leuke klas, denk ik. Hè? Dat ze allemaal met andere voetballers Bijna allemaal ex-voetballers. Okay. Een paar gasten, Frey Frans, die zit er ook nog in. Ja. De rest zijn de meeste allemaal ex-voetballers. Ja, ja. Tommy, jij? Wil jij nog in de voetbalwereld blijven? Wat als ze mij op Celtic aanbieden misschien? Ticketing, die zaken. Kan allemaal. Ik denk, ik ga eruit gewoon, daar ben ik zeker van. Ja. Tenzij, het enige wat ik mijn eigen nog zie doen, is iets in de jeugd. Ja. Omdat je daar weet van dat het oprecht is en dat het... Kun je het verschil maken. Dat het puur is gewoon. En dat is anders dan, dat je in een eerste ploeg of zo terechtkomt. Dat zou ik echt niet... Dat is het vaak zo, vanaf dat er geld mee gemoeid is. Ja, dat klopt. Inderdaad. Dan verandert... Inderdaad. De sfeer, inderdaad. Zeg, jullie hebben ook truitjes mee. We vergeten dat altijd in de afleveringen, maar we gaan truitjes of truitje weggeven. Ik heb het eigenlijk al aan de Robin beloofd dat hij er eentje mocht bouwen. dus ja, Robin, dan is nu een awkward moment dat je mocht kiezen welk dat je mocht bouwen. en dan gaan we dat andere weggeven. Ja, dat was de basic fiets. Oei, Ado. Nee, Robin. Ja, echt op antwoord. Ja, tuurlijk. Kunt we gaan zeggen wil ik dat we weggeven. Nee, en dan... geen micro. Met hem maar een micro anders even. Ja, dat kan. En nog een quizvraag? Nog iets over het ding? Of een moeilijkere van Celtic? Een beerschotvraag. Een beerschotvraag, Robin. Voor de kijkers, en dan mogen die dat truitje kiezen. De kijker mag dan kiezen welk truitje dat hem pakt. En dan mogen jij dat andere hebben. Voilà. Ik heb het. Oké, dus je gaat de vraag nu niet stellen. Hebben jullie een vraag? Ja, ik ben aan het denken. Ja, gaat dit, hè? Ik voel dat jij dit. Jij zei ook een goede quizvragen, mannen. Ja, maar. Ja, ook omdat we het er net hebben het niet gezegd. Maar er gaan die. Ja, hij is me kwijt. Er zijn... Wacht, ja. Zeg het. Doelpunten. Nee, de 5-5 op Kortrijk. Oké. Dat is echt een goede quizvraag. Er zijn eigenlijk twee spelers verantwoordelijk. Dus, even de situatie schetsen. Okay. We staan 5-4 voor in Kortrijk. Allerlaatste minuut en we krijgen een vrije trap tegen. Wat gebeurt er? Die vrije trap wordt genomen en er werd afgesproken dat er naar voren werd gelopen om tegenstander buiten spel te zetten. Daar een paar gasten niet mee. Kan gebeuren. En er wordt gescoord 5-5. De vraag is, twee spelers... hebben beslist om... De stap te zetten. Ja, om de buitenspelval open te zwieren. Voilà. En de mensen moeten dat dan regelen. Naam en voornaam. Een van de twee is misschien, als je de twee weet, dat zou straf zijn. We hebben superveel views. Als jullie dat gaan delen, dan komt dat wel goed. Dan gaat er wel iemand dat weten. Hè. Iemand dat echt wilt, die gaat er wel... Anders krijgt er ook in twee truitjes. Ja, dat vind ik echt een goede vraag. Nu ben ik echt eens benieuwd hoe dat de mensen... Dat was zo die periode dat je altijd op jullie kon inzetten en zo over 9,5 doelpunten kwam. Dat was 1,40. Dat wij die buitenspelval erop zetten. Ja. Dat is gevaarlijk, zo'n ding zeggen. Ik weet nog, jij waart er toen toch ook, of niet? Ja, ik weet dat. Ik kan me herinneren, in de bespreking is dat toen gezegd, inderdaad. Maar ik heb niet gespeeld die match op Kortrijk. Wij liepen al naar beneden, want... We stonden aan de kant, ik weet nog in Kortrijk. Het was 95. Ja, wij stonden daar klaar om over het veld te lopen. Ja, we zijn gewoon aan 3 punten. We hebben nog een aanval daarop. En de Nerna was zo pist. Die was ondertussen met zijn boekje al naar binnen in de kleedkamer ingegaan. En die match was nog niet gedaan, want we hadden nog een kans ook. Ja, die was naar Die zeilde hem af, die goal achter naar binnen. Ja. En wij kregen nog een kans en die zat al binnen te vloeken. Dat is waar. Jongens, echt. En wat doet hij neer na de week nadien? Ja, dat is ook... Jongens, als jullie echt ballen hebben... Dat is Anderlecht, hè? Dat is Anderlecht. Echt geweldig. Dan doe je dat bij de eerste vrijdag. De eerste vrijdag doe je dat opnieuw gewoon vooruit. En niemand durfde toen. Of een paar terug. Unaniem beslist om het daarmee te doen. Inderdaad. Dat typeert hem ook, hè? Zeker en best. 100%. Argentijnen die hebben wel ballen, denk ik. Hè. Ja, dat is wel... Ja, dat was wel op dit moment even voor ons. Zeg mannen, je zou allebei goed bevinden met dingen. Laatste dingetje misschien, ik weet niet. Met de Jean, Jan van den Berg. Hoe is recent getrouwd? Hoe was dat trouwfeest? Was dat leuk? Leuke avond gehad?
Nee. Jawel. Ja? Ja, dat is leuk. Jean heeft zo'n band, hè. Ja. Jean is... En zijn dingen, Tokke, zijn vrijgezellen? Ja. Vertel daar eens iets over. Ja, op zijn Jean zijn met die maten, hè. Kijk, de Jean is iemand, als ik straks zeg dat we moeten vertrekken om 7:30, dan weet ik dat hij maar om 7:40 staat om op een zondag te bellen dat de vuilkar voor hem rijdt. Jean, het is zondag. Het is school, ja. Ja, dat gaat ook niet. Ja, elke dag is dat zo. En ja, die mannen zijn hetzelfde, hè, dat groepje van de Jean. Ja. Dus ja, om 10:00 stijgen wij op. Dat was nog het beste zelfs. We gingen met een busje. Gingen wij hem oppikken om 7:00. 7:00 stipt. Okay, iedereen kent Jean ondertussen. 7:00 stipt, is moeilijk. Komen eraan, up die poort over. Ja, we zien hem zitten. In zijn zetel, in zijn onderbroek. Naar de tv aan het zien met zijn kommetje. Aan het ontbijten om 6:56 met zijn koffie. Hij ziet hem zo eens om naar ons en doet hem zo eens teken van... Hij moet naar buiten komen. Allee. Ja, we gaan hem hier niet vieren, de vrijgezellen. Ja, en dan die mannen ook. Hetzelfde. Ja. Om 10:00 start die vlieger op naar Dublin. Om 9:27 zijn die er allemaal nog aan hun pin bezig. Ja, ik draai me naar hen om. Ik zie final call. Nog 11 minuten stappen ook naar de gate. Dus ik denk dat we moeten vertrekken, stilletjes aan. Wow, hij is nog niet leeg, hè. Hij is nog niet weg. Ja. 3 minuten later, sprint naar die gate natuurlijk. En in terugkomen hetzelfde. Ja. Ja, dat is de genre. Je moet je pakken. Dus dat trekt hij er ook niks van aan. En nee, dat is geweldig. Dat is... Want ik moet u zeggen, elke keer dat hij te laat kwam in de auto, dan zei hij tegen mij van... Ik ben er in uw leven gekomen om u een les te leren dat jij geduld moet hebben. En ik zat dan al op dat punt. Te koken. Ik zet je elke ochtend een verse koffie. Ik sta daar al 12 minuten mee buiten met die koffie. Die is al koud ondertussen. Ik ben daar om u een les te leren in uw leven. Jij moet geduld hebben. Ja, en ik zit dan... Te koken. Het is een paar keer. Nu is het de laatste keer geweest. Ja, nu is de laatste keer geweest. En dan spraken wij het af. Hè. Als je te laat komt nu en je moet normaal niet rijden, dan rijden zelf. Ja, en dan doe ik dat ene keer. En de tweede keer vind ik dat zielig. Hè. En dan kan ik dat weer laten liggen. En dan lach ik ermee dat je zegt dat je mij een les leert. Hè. Ja. Die komt met alles weg op dat vlak. Hè. Dat is waar. Die komt echt met alles weg. Ik ken hem, Jeanke. Top gast. Oké. Dus we hebben de kijkersvraag gegeven, een truikje weg. Is er dan nog iets? Robin, heb jij nog een vraag? Iets als Beerschot supporter? Allee, maar het is uw kans. Het is uw kans. Hij komt dan zitten, wil ik hem zien. Hij is wel eens in beeld geweest. Eigenlijk. Nee, kom, het is primetime, kom. Ja. Nog één vraag. Hoe lang zijn we bezig eigenlijk al ondertussen? Oh, voilà, dan nu nog, pak nog 5 minuten. De mensen hebben de eerste keer gezien. Morgen maar 2 keer trainen, hè. Dat daar niet gewassen. Dat is waar. Fittig is wel. Maar kun je hem zien nu, of niet? Ja, normaal gezien wel. Nee. Ik denk dat er heel veel dingen zijn dat er... Ik wil vooral langs de weekend horen. Normaal is het niet genoeg, hè. Normaal is het niet. In uw geval, ik heb geen antwoord gegeven op de vraag van dat je supporter bent, maar kunnen we je nog verwachten op het Kiel? Ja, uiteraard, hè. Zo'n brave vraag. Wij spelen normaal volgend jaar, shotten wij daar hopelijk tegen, dus nee. Kijk, dat is gewoon... Je reageert heel emotioneel die eerste dag en een week verder besefte van dat al die mensen die voor jou altijd goed hebben gedaan, dat niet degene zijn die hier meer voor gezorgd hebben. Dus uiteraard, met alle plezier, dat zal gewoon niet... Waarschijnlijk niet aan de kant van de hoofdtribune zijn, maar dat zal eerder... Ja, jawel. Ja, misschien wel. In de nie, hè? Dat gaat liggen. Dat is ook waar. De tribune is afgesloten, ja. Dat klopt eigenlijk wel, ja. Erg. Ja, ook dat nog, ja. Het is crisis. Ja, sorry, die afgemaakt. Erg. Misschien nog een vraagje over het bestuur of zo? Het bestuur, ja. Ik denk dat bij de supporters wel geweten is dat het nu dramatisch slecht is. Hè. Je kunt daar eigenlijk als supporters de machteloze. Moet ik ze stellen? Ja, nee. Hebben jullie Jan van Winkel ooit in tekst? Goeie vraag wel, ja.
Wij alleszins niet. Wij hebben die alleszins niet gezien. Gaan jullie licht scoren met je podcast? Ja, nee, ik bedoel, dat zijn allemaal vragen die al... Ik spreek nu de naam van veel supporters die... Ja, Jan van Winkel is voor ons een figuur die er niet is geweest. Kan de jongen buiten de naam van de silhouette. Ja, de schaduw. De joker al gebruikt er straks voor de kiezen tussen Antwerpen of Beerschot. Dat is geen joker. Dat is de God on the truth. Ja. Ja, dat is iets... Ja, eigenlijk hebben we wel... dat is ook een goeie verhaal. Nee, en er al een uur gekomen. Jawel, we hebben ook gezien daar in de midden in de voorbereiding. Het was echt de warmste dag van het jaar. Ja, echt de warmste dag van het jaar. En ze zeiden van... Mouw zien trainen altijd 10 uur of zo. We gaan nu om 4 uur 's middags moeten trainen, want de prins kwam. De prins kwam, dus met Van Winkel was er dan uiteraard bij, dus om vier uur 's middags, snikheet. 40 graden. Opwarmingetje, we waren bezig en ineens komen er 3 auto's aan, ook een heel mediateam, de prins aan het filmen en zo, dat hij eraan kwam en... Dan heeft ze dan even in een groepje en Jan van Winkel presenteert dan alle spelers aan die prins. We beginnen aan onze opwarming. En dan zie ik die naar de keeper stappen, de Saoedische prins. En gewoon een penalty trappen. Een penalty aan de nolle, denk ik, die Jordi Nolle. Moest er dan die penalty van pakken, maar die wist natuurlijk ook van... Ja, kan die niet pakken. Mag die ook niet pakken, natuurlijk. Want dan dus je cameraman, die staat klaar, die filmt die prins. Die gaat dus twee stappen achteruit, die filmt die penalty. Die schiet die 3 meter ernaast, snel terug naar die prins. Dat is echt erg, dat gaat over de voorzitter. Maar die had een jeansbroek aan, denk ik. Ook. En die doet die jeansbroek aan, want daaronder had hij nog een short aan. 40 graden, hè. Die had er nog een short aan. Een kwartier is hij gebleven, denk ik. En dan is hij naar huis gegaan voor 4 uur. Ja, ik weet ook dat de speler Prins Ibarra, dat hij op zijn foto's, dat was ook een keiwarme dag, was. Dat is ook met zijn trui. Hij stond echt zo met een trui. Dat weet ik nog, dat hij er stond met zijn dingen. De basketter. Dat was een straffe gast. Dat was ook met zijn hond. Hij pakte zijn hond mee naar trainingsmorgens. Die liet in die auto zitten. Ja, die hele dag, die raam zo op zo. Ja. Die in de parking, wat hem ook deed, in de parking, ja. Die ging met die mannen eten. De hond, ja. Oh, ik heb die vastgebonden, hè. In de parking hangt hij aan de auto vast, hè. Dan, aan dat wiel, dan kan die niet weg, hè. Dat was een straf, hè. Dat was ook een straf. Ja. En Zibara. 23 jaar. Ja. We moeten maar eens opzoeken op Google. Prins Ibarra. Prins Ibarra was. Wow. Nu zal hem misschien 3, 4, 25 zijn. Wat wil je zeggen? Kom uit Algerije. Dat hij eruit zag. Algerije kwam die? Ja. Dat toch? Nee. Jawel. Eerste klasse Algerije. Ja. Maar die was van Congo-Brazzaville. Jij zegt dat hij nu 23 is en 4 jaar geleden ook 23. Wat wil jij zeggen? Nee. Toen had hem tekende bij ons 23, nu misschien 25. Laatste artikel dat ik zie is Bengaloore FC, ahead of Congo striker Prins Ibarra. En zijn kopje, hoe oud zou hem schatten? Ik zou toch zeggen, je doet mij denken aan de gast van White Chicks, de acteur dat er zo op de dansstoel, niemand te veel White Chicks is. Dat is die met dat fluitje zo en dat Borat stringetje dat er dan zo staat, daar moet je me aan denken. We zullen... Misschien wel zo'n acteur. Dat is wel zo'n heel gespierde. Yes. We zullen ook de bewuste foto... Ja. Allee, die met de vlies zullen we misschien op Instagram erbij zetten. Ja, dat is goed. Absoluut, hè, man. Delen, Dario. Dat was echt 40 graden. 40 graden was, dat is echt te goed. Die heeft mijn knie toch eens omver na de finale. Was het toch 3 dagen later, shot wij tegen Oostende, die eerste competitiematch. Ja. Geen duels, die pakt er mijn knie mee. Dennis er ook met al een band gescheurd, vlak die voor de finale. Dat is juist. Dat was er een in... Ja, jij hebt die toch gekend, of niet? Sowieso, ik was erbij. Die kende geen grenzen. Ja. Ook is ruzie mee gehad. Ook altijd met zijn armen. Ik heb nog wel een goede vraag. We gaan afronden, maar ik heb nog één goede vraag. Aan welke gasten kunnen jullie ons nog helpen? Want Dario durft dat nooit vragen aan mensen. Jullie zijn zo de twee enigen dat hem dat... De Matthias Nazi wil het wel, denk ik. Ja. Dat is geen sterren.
Brengt de Mats? Jan van Winkel? Je vroeg aan ons dat hem dat via het telefoon... Jan van Winkel? Geen vragen. De Mats had dat gevraagd aan de Mats en zei, ken dat via het telefoon. Dat is diep. Dus we hebben nu al de nieuwe rubriek. Hij is wel twee weken in België, dus het is een moment. Kun je hem niet bellen of zo? Belt hij nu live? Belt hij nu live? Ik heb 8 oproepen van hem gemist, zodat hij nu... Jofke, Hermes, met zijn broer. Zijn broer gevraagd aan een Dimi, maar beide moeten moet niet halen. Voilà, maar een Dimi wil er zo niet op ingaan. Nee? Precies. Hij heeft gezegd, ik kan het vragen, maar hij was op vakantie toen mee. Dus ik vraag jij het. Ja, ik wil het goed. We zoeken ook trouwens de nummer van Wesley Sonck. Als iemand ons de nummer van Wesley Sonck... Haal Wesley, niet Amy. Ik ga contact met... Ja, inderdaad. Haal Wesley, niet Amy Sonck. Niet Amy, Wesley Sonck. De Rafa weet dat toch, of niet? Ja. Kan je dat nog vertellen of niet? Ook een snoeper heb ik gehoord. Wat was dat vooral? Ik weet het niet, wat was dat nu? Van dat die Wesley Sonck toch zo slecht over hem had gepraat en dan was hem maar die 1 jaar foto's gaan beginnen liken. Weet je niet. Zalig. Dat je zeker niet komen, Wesley Sonck. Misschien juist wel nu. Maar ja. Waarom niet? Het is een Ajax boy. Het is goed dat hij niet oppakt, want nu kan ik volgende keer zeggen, ja, pak nooit op. Ah, voilà, dat staat op beeld. Ja. Voilà. Maar dus... Je zit toch wel op vakantie nu, dus? Nee. Ja, ik ken via telefoon. Teruggekomen van... Wie? Ik ken niet via telefoon. Ja, wie kan er nog? Ja. Zo. Ja? Wie heeft er nog op uw lijst staan, zo? Kunnen we nog niet zeggen. Oh, sorry. Geheim. De Björn Engels komt normaal. Stijn Francis komt ook normaal. Dat ging net zeggen, de Björn Rakels. Maar die werkt met de Stijn Francis, toch? Ja, ik heb ook aan de Mo gevraagd, maar die mag dat niet meer doen nu dat hij bij een ploeg in 1A zit, had hij gezegd. Hij kon het niet doen, of wat? Nee, dat mag niet, zegt hij. Mag niet, maar het is moeilijk, zegt hij. Oké, voilà. Dan zijn jullie super hard bedankt, Robin, in de eerste plaats. Jullie zijn super hard bedankt, Joren, Tom. Super bedankt. Okay. Sowieso. Heel veel succes deze seizoen allebei. Ja. Altijd welkom aan de Nederlandse... Terug in Pars Wit. Ja, voilà, sowieso. Gaan we sowieso iets doen. En aan iedereen die gekeken of geluisterd heeft, ook bedankt. En tot volgende week.